Ik heropen de vergadering. Wederom iedereen welkom bij deze expert meeting fiscale constructies, georganiseerd door de Vaste Kamercommissie voor Financiën. In bijzonder welkom aan de genodigden van dit blok. Weer even de orde, voor zover mensen er niet bij waren. We hebben even straks een korte introductie van een ieder van u. Dus wie u bent en voor welke organisatie, als dat van toepassing is, u werkt. En dan zullen vervolgens ieder van de Kamerleden, of een aantal vier Kamerleden, zullen even die startvraag stellen, zoals we dat in het vorige blok ook hebben gedaan. Die beantwoordt u, dus een vervolgvraag, die kunt u ook weer beantwoorden. En na die eerste vier startvragen is de vloer meer open en kunt u ook zeker, los van de vragen van de Kamerleden, kunt u ook zeker als u wilt op elkaar reageren, elkaar aanvullen, wat u maar wilt. Ik wil u bijvoorbeeld alvast danken voor uw position papers. Ook voor de mensen op de tribune, die zijn publiek beschikbaar gemaakt, dus die kunt u daar nalezen. En dus ook de vragen van de Kamerleden zullen ook daaraan aan kunnen refereren. Dit blok heeft wat andere invalshoek wellicht dan het eerste blok. Hoewel het niet daaraan gehouden is, het kan aan alle kanten uitgaan, dat weet je nooit in deze Kamer. Maar eens even grosso modo zou je kunnen zeggen, dit gaat ook meer over de internationale ontwikkelingen in richtlijnen, in verdragen en ook over het vestigingsklimaat. Dus dat is een beetje een wat andere scope dan de meer praktische inrichting van constructies en de controle daarop die we in het eerste blok hadden. Ik wil om te beginnen en ieder van u vragen, tot slot even in de orde. Als we de vraag hebben gehad, dan stoppen we weer een half uurtje, 20 minuten voor het eind. Want dan krijgt u nog gelegenheid om een soort afsluitende statement te doen, verklaring te doen van iets wat niet besproken is of wat u wilt benadrukken. Dat is helemaal aan u. Dus komt u vragen of u zich even wilt introduceren. Dank u, voorzitter. Mijn naam is Michael Evers. Ik ben werkzaam voor de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Om meer precies te zijn voor het secretariaat van het Fiscaal Comité. En daar coördineer ik het BEPS-project. Dank u wel. Hij is niet aan. Even nog. Ja, Stef van Wegel, hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben ook verbonden aan PwC. Daar ben ik wereldwijd verantwoordelijk voor tax policy. En verder ben ik voorzitter van de Permanent Scientific Committee van de International Fiscal Association en voorzitter van de board van het International Bureau of Fiscal Documentation in Amsterdam. Ik zit hier op persoonlijke titel. Mijn naam is Ivo Kuipers. Ik ben belastingadviseur en werkzaam bij Atlas Fiscalisten. Ik ben Erik Kemmeren. Ik ben fulltime hoogleraar internationale fiscale economie en internationaal belastingrecht aan Tilburg University, moet ik tegenwoordig zeggen. ik zou ook zeggen, Universiteit van Tilburg is niks mis mee, maar goed, daar ga ik niet over. Daarnaast ben ik ook nog wetenschappelijk adviseur bij EY in Nederland, maar ook in een internationale context. En daarnaast ook nog raadsheerplaatsvervanger bij Hof Arnhem. In de Belastingkamer. Verder doe ik nog allerlei andere dingen, maar dit zijn wel de belangrijkste dingen. Ook de voetbalclub en dat soort dingen. Oké, dan krijgen we de eerste de vraag van de Kamerleden. Dan geef ik graag als eerste het woord aan mevrouw Schouten. Ja, en mijn eerste vraag is voor meneer Evers. Dank voor uw komst. Als ik het goed heb, is er geen position paper vanuit de OESO gekomen. Ik weet wel wat van de OESO, dus dan ga ik maar een beetje uitputten uit wat ik zelf ook van beeld heb van wat daar ook gebeurd is. En er is veel gebeurd. Er is, denk ik, hard gewerkt op het secretariaat ook van de heer Evers. Omdat er natuurlijk een BEPS-pakket is neergelegd. Wat nu ook in de verschillende landen ook bezig is, aangenomen wordt, discussie over is. Maar ik wil toch ook nog eventjes focussen op de rol van Nederland in dat traject. Want dat is ook waar we hier natuurlijk meer aandacht voor hebben. En ik ben eigenlijk wel in het algemeen benieuwd hoe Nederland bekend staat binnen de OESO, met name dan binnen de BEPS-discussie.
Er zijn natuurlijk verschillende beelden over. Nederland als, laat ik het even zeggen, het belastingparadijs. En aan de andere kant Nederland als het land dat heel coöperatief meewerkt. Wat is de indruk van de heer Evers over en met meer hoe staat Nederland eigenlijk bekend binnen de OESO? En als tweede zou ik van hem willen weten hoe er binnen de OESO gekeken wordt naar het fiscale klimaat van Nederland. Is dat, laat ik zeggen, ruimhartig of is dat gewoon een wat meer redelijk klimaat? Dus is het, zijn er regelingen die ook wel omstreden zijn binnen OESO-verband die in Nederland mogelijk zijn? Meneer Evers. Dank u. Inderdaad, allereerst excuus dat wij niet in de gelegenheid waren om een position paper aan te leveren. Dat had er ook alles mee te maken dat wij bezig waren met de afronding van de meest recente rapportage aan de G20, maar uiteindelijk ook aan het algehele publiek. Dat zijn rapporten zoals deze, waar altijd de laatste stand van zaken op onze belangrijkste werkterreinen worden weergegeven. Ik heb sowieso een fysiek exemplaar voor u, maar ik zal ook zorgen dat u de vindplaats krijgt van dit laatste rapport. En sowieso proberen wij zoveel mogelijk eigenlijk publiek te rapporteren over het werk in algemene zin. Dat werk is uiteraard begonnen in een aantal jaren geleden al, in 2013. Het begon met een diagnose, met het uitbrengen van het eerste rapport. Dat is dit rapport, wat simpelweg de titel droeg: Addressing Base Erosion Profit Shifting. Echt een diagnose, voortbouwend op de ervaring die de lidstaten hadden met agressieve belastingplanning. Voortbouwend op een database die al bestond van agressieve structuren, om daar de grootste gemeenschappelijke delers in te ontwaren. En op basis daarvan is toen in juli 2013 het actieplan van 15 punten uitgebracht en omarmd door alle OESO-lidstaten, dus daaronder ook Nederland, en alle G20-lidstaten, die vervolgens op gelijke voet bezig zijn gegaan om die 15 punten te adresseren. En daar zijn in oktober vorig jaar finale rapporten voor uitgebracht. Dus nogmaals, al die stukken die zijn openbaar beschikbaar en ik ben ook altijd bereid om nog stukken na te leveren om u van verdere informatie te voorzien. Dus dat wat betreft de algemene achtergrond, dan de rol van Nederland. Zoals gezegd, Nederland een OESO-lidstaat, een van de oprichtende staten en ook een zeer actief lid in het Fiscaal Comité, het Committee on Fiscal Affairs. Nederland bezit ook al jarenlang een plek in de stuurgroep die ook richting geeft aan het werk, aan de prioriteiten en dus ook destijds aan de adoptie van het oorspronkelijke actieplan. Nederland heeft ook in de verschillende werkgroepen ook heel veel technische kennis aangeleverd. Nederland staat op dat punt ook heel goed bekend. De experts die daar opereren onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris, die leveren zeer belangrijke technische kennis aan de discussie. Wat belangrijk is ook om op te merken over het hele BEPS-project is ook dat de focus is nooit geweest op specifieke landen. De focus is nooit geweest op specifieke bedrijven. Het ging juist om nu eens te kijken wat is nou het onderliggende probleem. Dat is die diagnose waar ik het over heb. Wat zijn nou de gemeenschappelijke delers van planningstructuren? En wat zijn nou de gemeenschappelijke delers van fiscale regelgeving die overal in de wereld misvindbaar zijn? En wat moet daaraan gedaan worden, aan het verbeteren van die regelgeving, om die belastingplanning niet meer mogelijk te maken? Dus wat dat betreft is er ook achter de gesloten deuren niet veel aanleiding geweest voor het wijzen naar de landen onderling. Juist door te focussen op de regelgeving op zich, verbeteren daarvan, het tegengaan van de planningstructuur in het algemeen, zijn er vrij weinig discussies gegaan die echt op de man af zijn gespeeld of van land tot land zijn gespeeld. Dus dat is denk ik ook nog een belangrijke notie om toch een beetje een inkijkje te geven om te zien hoe dat daar achter de schermen nou ging. Dan nog specifiek, hoe staat het Nederlandse fiscale klimaat nou bekend binnen de OESO? Zijn er specifieke aandachtspunten? Zoals gezegd, die mismatches en andere planningstructuren die zijn aangewezen in de oorspronkelijke rapporten, de rapporten 2013, die kunnen in principe overal voorkomen. Mismatches die zijn ook vaak weer het resultaat zelfs van gebrekkige aansluiting tussen twee of meer staten.
is Nederland daar dan, is Nederland misschien ruimhartiger geweest dan andere landen? De OESO kijkt heel specifiek naar verschillende landen in de tweejaarlijkse landenrapporten. Die gaan over eigenlijk een veel groter werkterrein van de OESO. Het zijn eigenlijk economische landenrapporten. Maar er zit ook regelmatig een fiscale paragraaf in. Dat was het geval in 2014. Daar is ook eens opgemerkt over bepaalde aspecten van het Nederlandse fiscale klimaat. En daar ging het in het bijzonder over de doelvennootschappen, de special, wat ook wel brievenbusmaatschappijen worden genoemd. En daar werd ook aangemerkt dat op dat gebied BEPS ook een grote impact kan hebben, in de zin dat die brievenbusmaatschappijen hun belang verliezen als Nederland daadwerkelijk actiepunt 6, wat daarover gaat, succesvol implementeert. En daarbij werd ook in 2016 door de OESO al opgemerkt dat Nederland voorop liep in het herzien van het fiscale verdragennetwerk. Want terwijl het project nog niet eens was afgerond, heeft Nederland in elk geval al een deel van het verdragennetwerk aangeschreven om het verdragennetwerk te herzien. En daarmee heeft Nederland dus ook aangegeven bereid te zijn om op bepaalde punten voorop te lopen. Mevrouw Schouten. De heer Evers zegt Nederland die levert, het staat technisch goed bekend. We leveren goede informatie, goede kennis en kunde in. Maar dat was misschien niet helemaal wat ik bedoelde, zeg maar. Ik ben blij dat we technisch goede input leveren. Maar het gaat er natuurlijk ook om je opstelling in de discussies. Laat ik het iets specifieker proberen te formuleren. Is Nederland nou een van de voortrekkers geweest in het hele BEPS-traject? Dat ze zeiden, we moeten echt inderdaad die belastingconstructies, die ontwijking wel heel erg faciliteren, die moeten we echt actief gaan bestrijden. Of is Nederland daar vooral volgzaam in geweest? Jijvers. Zoals gezegd, op bepaalde punten heeft Nederland al tijdens het BEPS-project laten zien dat ze bereid zijn om ook hun eigen regelgeving aan te passen, of in dit geval de belastingverdragen. Op het gebied van de verrekenprijzen bijvoorbeeld, waar heel veel werk verzet is door de werkgroep die daarover ging, zie je dat de hele groep is opgeschoven naar de wat strenge aanpak die Nederland op het gebied van verrekenprijzen al had. Dus ik denk dat Nederland zeker een voortrekkersrol heeft gehad op zeer belangrijke punten van verdragsmisbruik tot verrekenprijzen en ook op het gebied van schadelijke belastingpraktijken. Dank u wel. Dan is de volgende vraag aan de minister Groot. Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn vraag is aan de heer Van Wegel. Dank ook voor de position paper. Het was ook hoopgevend omdat u constateert dat de afgelopen 3 jaar al meer is gebeurd in de aanpak van belastingontwijking dan de 30 jaar daarvoor. Dat geeft hoop, maar er is natuurlijk, zoals ook in de vorige hoorzitting hebben gehoord, nog veel te doen. Ja, ik heb heel veel vragen, maar ik zou eigenlijk toch willen aanhaken bij een heel actuele kwestie. Dat is de Apple-kwestie. We hebben dit weekend gehoord dat onze eigen staatssecretaris heeft gezegd, ik snap daar geen hout van. Nou, u bent als deskundige in een positie dat u geacht wordt daar wel een hout van te begrijpen. Ja, en ik zou toch graag willen dat u daarop zou willen reflecteren. Die juridische houdbaarheid van de veroordeling van de Europese Commissie van Apple. Hoe u daar tegen aankijkt, vanuit de staatssteuninvalshoek. En kunt u iets meer zeggen over de constructies die Apple hier waarvan Apple gebruik heeft gemaakt? En dan hebben we bijvoorbeeld over de non-Irish resident, waar dan veel winst naartoe geschoven kunt worden. Zou u daarop kunnen reflecteren? Dank u wel, meneer Groot. Ik begrijp dat de makkelijke vragen op waren en dat u maar gelijk met de moeilijke begonnen bent. wat ik weet, dat kunnen we allemaal kennen, en de staatssecretaris ook. Dat is namelijk de openingsbeslissing van 2014 en het persbericht van anderhalve week geleden. De definitieve beslissing, of de eindbeslissing, die kennen we niet. Hè. Het kan, als we Starbucks tot maat nemen, kan het wel een jaar duren voordat we dat we de details kennen en ook de redengeving waarom de commissie op dit spoor zit. Laat ik in het algemeen hier iets over zeggen. Hè? Dus eigenlijk zeg ik hiermee dat het wel heel moeilijk is om op de details in te gaan. Maar
Als je kijkt naar de persberichten, niet alleen over Apple, maar ook over Starbucks, ook over Fiat Finance, McDonald's, dan zie je dat er toch een enorm politieke lading in de aanpak van de commissie besloten ligt. De commissie maakt helder, althans mevrouw Vestager, dat posities waarin geen belasting wordt betaald, of weinig belasting, of er een heffingsvacuüm is, dat die wat haar betreft niet wenselijk zijn. Je kunt je wel afvragen of het staatssteuninstrumentarium, of dat toereikend is om, om die politieke agenda ten uitvoer te leggen. En ik zal dat, en ik doe dat vragenderwijs, aan de hand van de Apple, van wat Apple getallen proberen helder te maken. Als je kijkt naar het werk dat in OESO-verband wordt gedaan door de heer Evers en zijn collega's, dan is de notie daar dat we een coherent internationaal systeem moeten hebben, maar ook een systeem waarin winst, of dat hoort bij die coherentie denk ik, winst valt daar waar de economische activiteit die die winst rechtvaardig is plaats heeft. De OESO gebruikt begrippen in het kader van toerekening van winst aan vaste inrichtingen als significant people functions. Waar zitten de belangrijke mensen die belangrijke beslissingen over ondernemingsdelen kunnen nemen? Het gaat bij verrekenprijzen tussen verschillende lichamen behorende tot een multinational. Gaat het om de beheersing van risico? Wie is in de positie om dat te doen. Als je dan naar de getallen kijkt en de verhoudingen bij Apple, dan vallen wel wat dingen op. Hè. Ik heb in de aanloop naar deze bijeenkomst heb ik de website van Apple heb nageslagen. Dan zie je dat Apple wereldwijd 116.000 werknemers heeft. Daarvan zitten er ongeveer 66.000 in de Verenigde Staten. Zitten er 5.000 volgens het persbericht, geloof ik, of volgens de openingsbeslissing, ik weet niet meer, 5.000 in Ierland. De functies die daar in Ierland in dat bedrijfsonderdeel worden uitgeoefend, die zijn betrekkelijk, ik zou niet zeggen dat ze onbelangrijk zijn, maar als je ze plaatst in verhouding tot de R&D en marketing activiteiten, die vinden niet in Ierland plaats in dit geval, begrijp ik allemaal uit de verschillende berichten. Dus hoe verhoudt zich het feit dat in een bedrijfsonderdeel waar minder dan 5000 mensen werkzaam zijn, die ook nog niet is de kerntaken uitoefenen die onder. Als je dan kijkt naar de OESO-beginselen, hè, winst moet vallen daar waar de economische waarde wordt toegevoegd. Hoe kan het dan zijn dat, ik heb niet precies de getallen voor handen, maar 13 miljard tegen het tarief van, hè, 13 miljard is de terugvordering die Ierland moet doen. Ik kom zo tot de afronding, voorzitter. Dus daar zal een grondslag bij het eerste tarief van 12,5% van iets meer dan 100 miljard euro bij horen. Hoe kan het zijn dat de helft, of misschien wel meer dan de helft van het totale Apple-concern, van de winst van het totale Apple-concern, dat dat dan in Ierland bij die 5000 mensen. Dus en door het zo te presenteren is het helder dat daar spanning op zit. Wat die spanning nog groter maakt, is de erkenning die de commissie in het persbericht neerlegt, dat het misschien niet klopt, want ze zeggen ja, als er andere lidstaten zijn die vinden dat ze ook nog wat moeten heffen, dan nodig is uit om daar eens naar te kijken. En zelfs wordt er een uitnodiging aan de VS gedaan om daar nog eens naar te kijken. Het verhoudt zich slecht tot het leerstuk van de staatssteun zoals we dat tot nu toe kennen. Dat je zegt, hè, want de kern daarvan is dat je als bedrijfsonderdeel niet als independent market operator, als onafhankelijke hebt gehandeld. Nou, als je daar iets van vindt als Europese Commissie, dan zeg je, wij weten wat die onafhankelijke zou hebben moeten verdienen. Nou, het gat is meer dan 100 miljard, dus daar plakken we, hè, dat is 13 miljard. Maar tegelijkertijd, we weten het misschien niet zeker, dus laat die andere, eigenlijk past dat niet in het systeem. Dus als de staatssecretaris zegt, ik weet, zijn woorden heb ik niet precies scherp, maar ik begrijp er geen hout van, heeft hij ook gezegd. Ik heb ook vraagtekens. Heer Goot. Blijft dan natuurlijk wel staan, ik kan uw betoog volgen, blijft natuurlijk wel staan dat er een aanzienlijk bedrag is waar feitelijk helemaal geen belasting over gegeven wordt. En dat heeft op zijn beurt tot gevolg dat Apple tegen een effectief veel lager tarief concurreert op de Europese markt dan andere internationale concerns. En dat is, dan hebben we toch wel degelijk over een probleem met staatssteun, zou ik dan zeggen. En hoe kijkt u daar tegenaan?
Ik denk dat staatssteun, dat is een leerstuk dat geldt binnen de Europese Unie. En als zeg maar, het algemene fenomeen dat Amerikaanse multinationals door de Amerikaanse wetgeving kan zien, en een van de rapporten die ik heb genoemd in mijn position paper geeft dat ook wel aan, kan zien om hun effectieve belastingdruk relatief laag te houden in verhouding tot de Amerikaanse belastingtarief. Dat is natuurlijk niet een thema dat betrekking heeft op zich op de interne markt die wij hebben. Dat gaat meer over de verhouding tussen de VS en tussen Europa. En als u zegt, dat lijkt mij een concurrentiepunt, dat geeft mogelijk een concurrentievoordeel aan Amerikaanse multinationals, kan ik alleen maar zeggen, ja, dat is ook zo. En wat je het boeiende hè, van het mechanisme nu dat je ziet, is dat door deze, recovery order van 13 miljard, dat heeft de wereld wel even op zijn kop gezet, dat er nu in Amerika ineens druk ontstaat om tax reform door te voeren. De afgelopen 10 jaar is daar eigenlijk geen enkele beweging in geweest. Nu zie je opeens dat er toch iets van consensus lijkt te ontstaan. Dus ik zie de vraag welke kant dat uitgaat. De heer Kemmeren wil graag even toevoegen. Ja, misschien mag ik daar nog iets op aanvullen, want ik ben het met de collega van Wegel eens. Het is lastig om iets te zeggen alleen aan de hand van persberichten. Maar aan de andere kant kun je ook afvragen, en ik ben het helemaal eens, want als je kijkt naar de maatstaf, dan moet je kijken, eigenlijk word je nou in Ierland anders behandeld dan andere Ierse belastingplichten. Dat is eigenlijk de maatstaf voor fiscale staatssteun. Dat wordt niet heel erg duidelijk. Maar wat je wel kunt afvragen, gelet op de functies die in de VS worden uitgevoerd, wie komt daar nu eigenlijk iets tekort? Is dat Europa of is dat de VS? En als je kijkt naar de structuur, dan zou je eigenlijk op twee momenten misschien actie van de Amerikaanse Belastingdienst hebben mogen verwachten. Eén, op het moment dat de intangibles werden overgedragen aan de vennootschap, is dat wel gegaan tegen een goede transfer price, tegen een prijs die je ook bij derden in rekening zou brengen? Of is dat tegen een te lage prijs gebeurd? De tweede kans eigenlijk voor de IRS is met hun Support F-wetgeving, hun CFC-wetgeving, dat je dus de baas bent over je dochtermaatschappijen, dat als het passieve inkomsten zijn, zoals het vaak wordt gezegd, dat dan die winsten moeten worden gerapporteerd in Amerika. Dan kun je het eigenlijk mee corrigeren wat je aan de beginkant hebt laten lopen. Dat wordt ook niet gedaan, terwijl die structuren wel bekend zijn. Nou, en dan komen we precies bij uw punt een beetje terecht ook, van waarom wordt dat nu niet gedaan, terwijl de structuren wel lang bekend zijn? Ja, dat is misschien toch wel de concurrentiepositie, mondiaal gezien. En misschien zouden de Verenigde Staten zich meer druk moeten maken als je het hebt van wie komt er iets tekort aan belastingopbrengsten, dan misschien Europa. En dat maakt het ook een beetje curieus dat de Europese Commissie zegt van, ja, maar als iemand anders nog een claim meent te hebben, dan vinden wij dat dan houden wij daar rekening mee. Ja, dat zit eigenlijk niet in het systeem van de staatssteun. Dan moet je kijken, zou een andere belastingplichtige in Ierland op dezelfde wijze de winst hebben kunnen aangeven? En dat is waar het in essentie om gaat. En verschillende toepassingen van wetgeving en verschillen in wetgeving kun je niet repareren met fiscale staatssteun, maar zul je de regelgeving op elkaar moeten afstemmen. En dat wordt dus nu onvoldoende gedaan, denk ik. En vervolg, heer Groot. Dan toch even vervolg op je punt. Het punt lijkt mij juist is dat Amerika het wel fijn vindt dat ze komen tekort, maar dat is doelbewust zo, om dan zo hun concerns beter in staat stellen om buiten Amerika te concurreren. Terwijl ze als buitenlandse onderneming in Amerika komen, dan kunnen ze wel het volle pond heffen. Dus het is een gewilde uitkomst, lijkt mij, van de Verenigde Staten. Ja, en dan blijf ik volhouden, dan kom je toch weer in staatssteundiscussies terecht. Want er is dan sprake van ongelijke verhoudingen. Misschien dat ik daar even op mag reageren. In zijn algemene terminologie zou ik inderdaad ook spreken van staatssteun. Maar dan door wie? Dan zou ik denken, dat is door de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten is geen lid van de Europese Unie. Ja, dus het instrument van fiscale staatssteun kunnen we toch moeilijk inzetten tegen de US. En je ziet het tegenovergestelde, want er is net voordat de beslissing vanuit de Europese Commissie is gepubliceerd, is er nog een white paper gekomen vanuit de Verenigde Staten, waar je toch op zijn minst een bepaalde druk van mag zien uitgaan naar
naar de Europese Unie om heel goed na te denken of het instrument al ingezet had moeten worden. Maar als er sprake is van fiscale staatssteun, voor zover ik de gegevens nu ken en waar ik als academicus naar kijk, zo zit ik hier ook, dan denk ik, ja, ik zie wel fiscale staatssteun, maar meer vanuit VS-perspectief dan vanuit het Europese perspectief misschien. En we weten nog niet wat de exacte gronden zijn van de Europese Commissie. Wat we wel zien, denk ik, is als je kijkt naar de openingsbeschikking, daar zijn andere argumenten gebruikt dan wat ik nu lees, in ieder geval in het persbericht. Dus het lijkt erop dat de Europese Commissie een switch in redenering heeft gemaakt. Dus ik ben wel heel benieuwd naar, verluid, geloof ik, 130 bladzijden beschikking die er nog ergens ligt, die gepubliceerd moet gaan worden. Pas dan kunnen we eigenlijk precies aangeven van waar de Europese Commissie zich op baseert en of zich dat wel goed verhoudt met het instrument van het fiscale staatssteun, de Europese instrument. Goed, gaan we naar de volgende vraag. Dat is mevrouw De Vries. Ja, dank u wel, voorzitter. Het beduurt denk ik een beetje wel voort op het vorige traject. Dank voor uw position paper in ieder geval. Ook helder welke fiscale aspecten belangrijk zijn voor het fiscaal vestigingsklimaat van Nederland. Belangrijk voor Nederland, maar vooral ook belangrijk volgens mij voor Nederlandse bedrijven. Onze eigen bedrijven ook. Er wordt ook aangegeven dat een aantal fiscale agressieve structuren wordt aangepakt met de regels die nu geïmplementeerd worden binnen Europa. En dan kom ik eigenlijk ook weer bij Amerika, want we zien natuurlijk heel veel Amerikaanse bedrijven in de media voorbij komen die met constructies in verband worden gebracht. De bedoeling is natuurlijk dat de Amerikanen ook al die maatregelen gaan nemen. Als dat het geval is, betekent dat dan ook het einde van dat soort structuren in Amerika? En wat is ook uw inschatting of en hoe Amerika die maatregelen gaat invoeren? Of dat vergelijkbaar is met zoals men dat in Europa doet? Die vraag is aan de heer Kuipers. Dank u wel, meneer de voorzitter. Lastige vraag. Ik spreek geregeld met Amerikaanse fiscalisten. Zij hebben tot nu toe redelijk weinig hoop, of hoop is niet het goede woord, maar verwachting dat Amerika snel regels zal aanpassen. Het is een beetje ook wat mijn collega van Cameron zegt, misschien is het wel bewust zo gedaan om de Amerikaanse bedrijven een voordeel te geven. Neemt niet weg dat misschien wel ook door de Apple-zaak en de verkiezingen in Amerika de tijd rijp is dat ze ook daar gaan kijken van is dit wel toch een systeem wat mondiaal te handhaven is. Mevrouw De Vries. Ja, mij gaat ook, kijk, er zijn in OESO-BEPS-verband zijn natuurlijk een aantal richtlijnen afgesproken. Die zijn in Europa vertaald in een aantal concrete maatregelen. Mijn vraag is ook van op het moment dat je die OESO-BEPS voorstellen zou vertalen in de Amerikaanse regelgeving, of dat dan inderdaad ook een einde betekent aan de constructies waar nu vaak over wordt gesproken, die als agressieve taxplanning worden gezien. Kruipers. Ja, dat ligt wel in de lijn der verwachting. De meeste taxplanningstructuren zijn gericht op het gebruik maken van mismatches. Nou, als we mondiaal die mismatches weghalen, dan is dat betreft de verwachting dat die structuren tot het verleden gaan behoren. Mevrouw De Vries, nog vervolg. De heer Van Wegel ook nog wat wilde zeggen. Nog één andere vraag, want deels zit hem volgens mij in het fiscale systeem. Zit het ook niet gewoon in een deel van het andere juridische systeem van Amerika, bijvoorbeeld als het gaat om vennootschapsrecht? Dat het verschil maakt? Maar dan, ik dacht dat het eerste deel van die vraag was of Amerika ook haar systeem aanpast. Maar het klopt. Het wegnemen van de mismatches is één, maar we blijven er ook altijd nog verschillende tarieven houden. Hè. Zolang wereldwijd, en dat zal misschien niet gaan gebeuren, de tarieven verschillend zijn, zullen bedrijven voor een deel op zoek gaan naar locaties met een lager tarief. Hè. Dat is niet zozeer een mismatch, maar wel een voordeel in tarief, hetgeen ook taxplanning met zich mee kan brengen. Meneer Van Wegel wilde reageren. Ja, ik zou er twee dingen over willen zeggen. De eerste is dat
Amerika natuurlijk een belangrijke partner is in OESO-verband en ook bijdraagt aan het werk van de OESO. Maar tegelijkertijd het wel heel duidelijk is dat de vertegenwoordigers van de VS die in Parijs aan tafel zitten, het uiteindelijk niet voor het zeggen hebben. Dus toen het BEPS-programma vorig jaar in oktober werd afgerond, kwam er een brief, ik wil er even van af zijn of hij van de Ways and Means Committee kwam in het Huis van Afgevaardigden, ik geloof het wel, aan volgens mij de Secretary of the Treasury, Lou, waarin bijna met zoveel woorden stond: beste meneer Lou, het is prachtig wat u daar allemaal bespreekt in Parijs, maar tax law originates in Congress en not in the Treasury Department. Dat is het ene punt. En het tweede punt is dat er denk ik ook nog wel een cultuurverschil is tussen Amerika en continentaal Europa, ik denk ook Engeland, ook Australië. En dat is dat de houding, de Amerikaanse burger, die staat toch anders tegenover de staat dan in veel andere landen, meer om het fiscaal te houden at arm's length. En tax planning wordt toch zeer beschouwd als een fundamenteel recht. En ik denk dat in die cultuur het lastiger is om een omslag te bewerkstelligen dan in sommige andere landen. Nou, het is natuurlijk moeilijk om dit te zeggen, want het generaliseert. Maar dat is wel een beeld dat ik heb. Daar komt ook bij dat zolang er geen tax reform is, hè, als je multinationals hebt die wereldwijd zo dominant zijn en zoveel van hun winst buiten de VS halen, en je hebt lokaal een tarief van 35%, met state en local taxes soms boven de 40%, gecombineerd met de regel die zegt dat je pas in Amerika belast wordt als je die winsten naar Amerika overbrengt. Ja, dat is een standing invitation om die winst buiten de Verenigde Staten te houden. Het is de vraag wanneer de wal het schip zal gaan keren. Het is bekend dat er vele miljarden buiten Amerika, zeg maar, geparkeerd staan, terwijl dezelfde ondernemingen die bedragen in die buitenlanden hebben staan in Amerika obligatieleningen uitschrijven om hun dividend te betalen en hun aandelen in te kopen. Nou, er komt een punt, en dat heb je in het verleden natuurlijk ook wel gezien onder de Bush administration, waarop men zal zeggen dat gaat zo niet langer. Bush heeft destijds met de Job Repatriation Act, geloof ik, gezegd: we gaan nu gedurende een jaar of twee jaar, ben kwijt, gaan we dat luik openzetten en kun je toch dat geld terugbrengen naar de Verenigde Staten en dan gaan we niet die volle map heffen. Beetje, ik durf het bijna niet te zeggen, maar een slappe variant van onze deelnemingsvrijstelling. Dat je niet voetstoots kunt aannemen dat het BEPS-programma in de VS wordt geïmplementeerd, staat volgens mij als een paal boven water. En dat er steeds meer spanning op het systeem staat, zolang er niet echt tax reform is, staat ook als een paal boven water. De heer Evers wil nog toevoegen. Als het dan toch zoveel over de OESO gaat, kan ik mijn mond niet houden. Daar klopt niks van, hè? Nee. Nou kijk, ik ben hier niet om koffiedik te gaan kijken en om voorspellingen te gaan doen over wat de Amerikaanse wetgeving wel of niet gaat doen. De feiten zijn als volgt: wat er is afgesproken door de OESO-landen in het project, de G20-landen in het project en nu de landen die zich daarbij gevoegd hebben. Inderdaad, op regeringsniveau, en elk land heeft dan weer zijn eigen relatie met het parlement. Maar wat in elk geval is afgesproken, is dat alle landen die hier aan mee hebben gewerkt, inclusief de VS, die dat actieplan, of het BEPS-pakket gaan implementeren. Daar zitten bij minimumstandaarden, daar zitten verbeterde verrekenprijsstandaarden bij. Voor wat betreft ook die minimumstandaarden, zijn we nu ook bezig met het implementeren van een zogenoemd peer review traject, iets wat al bestaat voor transparantie en informatieuitwisseling. Hier worden die informatieuitwisselingsverdragen nu goed geïmplementeerd. En een vergelijkbaar proces wordt nu ingericht voor de minimumstandaarden uit het BEPS-pakket. En dus ook Amerika zal de maat genomen worden door de andere landen in het vergelijkbaar proces. En dat begint al heel snel. En dat kan dus ook druk zetten vanuit die andere landen op Amerika om de regelgeving te veranderen. En wellicht is het voor sommige landen op een gegeven moment zelfs aanleiding om
compenserende maatregelen te treffen, strafheffingen. Dat is hopelijk uiteindelijk niet aan de orde, omdat die peer reviews hopelijk hun werk doen, zoals ze hun werk hebben gedaan op het gebied van transparante informatieuitwisseling. Maar dat is wel de druk die nu technisch is ingebouwd in het BEPS-project en die dus ook uitgeoefend wordt door alle inmiddels 85 landen, of dus eigenlijk de 84 landen op de VS. Dank u wel. Dan wil ik naar de volgende vraag gaan. Die komt van de heer Merkies. Dank u wel. En mijn vragen die zijn voor de heer Kemmeren. Dank u wel voor voor de goede position paper. Zeer inhoudelijk. We hebben een aantal vragen gesteld, maar u heeft gezegd van... maar wacht even, ik wil eerst een aantal beginselen uitleggen. Heel goed. En u gaat met name in op het oorsprongsbeginsel. Daar hecht u een grote waarde aan. Ik zou graag aan u vragen of u dat nog eens kunt toelichten. En u zegt daarbij ook, u bent van mening dat het Nederlandse belastingverdragsbeleid onvoldoende is afgestemd op het oorsprongsbeginsel en te veel leunt op het woonlandbeginsel. En kunt u dat ook toelichten? De camera. Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Het oorsprongsbeginsel is inderdaad wat mij na aan het hart ligt. En in die zin ben ik ook wel blij met de BEPS-discussie. Als je dus start van met het idee, belastingheffing moet plaatsvinden daar waar de toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Dat wordt gebruikt, maar vervolgens wordt niet ingevuld eigenlijk de voorvraag, maar waar wordt nu de waarde gecreëerd en hoe wordt dat nu gedaan? Nou, de collega van Wegel heeft ook al de significant people's function genoemd. Dat is voor mij bij het oorsprongsbeginsel eigenlijk het uitgangspunt. Je gaat na waar doet wie wat. Eigenlijk heel simpel. Wie doet wat waar. En vervolgens ga je daar waarde aan kennen. Dus je gaat volgen de activiteiten van individuele mensen. Waar worden die gedaan? En vervolgens ga je daar de waarde aan toekennen. En dat betekent dus dat je in het kader van brievenbusmaatschappijen constateert, hè, bij een SEC brievenbusmaatschappij, daar zit geen menselijke activiteit in. Dus daar is ook geen waarde aan toe te kennen, dus daar is ook niks aan te belasten. Als wij kijken wat we eigenlijk nu doen in onze belastingssystemen, en daar is Nederland natuurlijk niet uniek in, want dat is eigenlijk het algemene patroon van de nationale wetgevingen, van de belastingverdragen, van het OESO-modelverdrag, is dat het uitgangspunt is dat eigenlijk de woonstaat het onbeperkte heffingsrecht heeft. En dat niet wordt aangesloten primair in eerste instantie bij waar de activiteiten worden uitgeoefend. En ik heb het voorbeeld gegeven van rente. Als je kijkt namelijk, hè, wie mag daar nu over heffen? Nou, in het woonplaatssysteem wat wij hebben nu, is dat het land waar de crediteur gevestigd is, woont. Nou, je kunt je woonplaats heel makkelijk creëren met een vennootschap. Hè, naar Nederlands vennootschapsrecht. Als je naar Nederlands recht bent opgericht, dan is de vennootschap ook voor fiscale doeleinden in Nederland gevestigd. Heb je meteen een woonplaats gecreëerd. Heel veel andere landen hebben dat ook. He, mevrouw de Vries wees net naar Amerika. He, dat geldt in Amerika ook. Sterker nog, je kunt in Amerika geen inwoner zijn als vennootschap als je niet naar Amerikaans recht bent opgericht. En dan krijg je dus ook mismatches daarin. He, dus dat geeft dan ook speelveld voor belastingplanning. Nou, wat zou je dus eigenlijk moeten doen? Kijken van wie creëert nu de rente? Wie voegt die waarde toe aan de geldlening? Dat er inderdaad een bedrag komt. Ja, dat is wel de activiteit van de ondernemer, de debiteur. Want die moet namelijk de rente betalen aan de crediteur. Diens draagkracht neemt wel toe. Dus de crediteur moet wel in de heffing worden betrokken. Maar niet zoals nu in het land van de crediteur, waarbij je allerlei gunstige belastingregimes kunt hebben die laag of niet belast worden in de staat van de crediteur, maar je zou dat moeten belasten in de staat waar de debiteur zijn ondernemingsactiviteiten uitoefent. En wat heeft het dan als effect als je dat goed doet, als je dat afstemt op het effectieve tarief van wat je ook over winsten heft, hè, dat kan voor ingehouden winsten zijn en uitgedeelde winsten tezamen, als je daar eenzelfde effectief tarief op legt op de rente in dezelfde staat, dan creëer je dus gelijke concurrentieverhouding in die staat waar je aan het produceren bent. En dan is dus de fiscale incentive eigenlijk om met heel veel vreemd geld te financieren, dat vaak fiscaal gedreven is vanwege tariefsarbitrage die je kunt toepassen, is dan weg. En als we daar een stap zouden maken, ja, dan zouden we het systeem veel minder kwetsbaar maken en dan zouden we inderdaad heffen daar waar de waarde wordt gecreëerd ook.
En niet wat we nu eigenlijk hebben. Hè. Standaard is eigenlijk van waar je woont. Maar ik zeg altijd tegen mijn studenten, ja, met wonen produceer je geen draagkracht. Met wonen consumeer je draagkracht. Dus als je inkomensstromen wilt verkassen van woonplaats naar woonplaats, dat maakt eigenlijk voor de productie van het inkomen niet zoveel uit. Want ja, daar gaat het eigenlijk niet om bij de woonstaat. Nou, als je dat zou aanpakken, dan zouden we denk ik veel van wat we nu in de discussie van BEPS als belastingontgaan aanmerken, zouden we kwijt zijn. Ja, dan is eigenlijk de logische vervolgvraag, waarom gebeurt dat niet? Dat is een interessante vraag natuurlijk. En ik denk dat het antwoord voor een groot deel ligt in de historie ook. We zijn natuurlijk begonnen met woonstaten in het centrum te leggen. Waarom? Omdat de internationale relaties natuurlijk niet zo heel erg groot waren. Als we teruggaan naar waar belastingverdragen hun oorsprong vinden. Dat is in de Volkenbond in de jaren 20 van de vorige eeuw. Ja, toen was de economische intensiteit van grensoverschrijdende relaties natuurlijk een hele andere dan nu. En ook de complexiteit. Dus vanuit dat perspectief kun je dat misschien wel verklaren. Ook, denk ik, een ander punt daarbij is, de OESO is een vrij dominante speler wereldwijd. En waar zit nou het meeste kapitaal? Ja, dat is misschien toch wel in de OESO-landen. Wie hebben er dus eigenlijk het meeste belang bij een woonstaatheffing? Dat zijn misschien ook wel de woonstaten. Nou, generaliseer ik een beetje, want een woonstaat in de OESO-verband is natuurlijk ook een oorsprongstaat in de onderlinge relaties als zodanig. Dus je hebt overal economische activiteiten. Eigenlijk is er nog nooit een goed onderzoek geweest, volgens mij, tenminste ik ken het niet, waarbij we de verschillen in kaart zien. Wat zou het één opleveren op budgetair niveau voor de staten als effect? Maar zeker zo interessant is, wat zou het effect zijn op microniveau bij bedrijven? Het is ook maar de vraag of we überhaupt zo'n onderzoek zouden kunnen doen, of dat we die data ter beschikking hebben. Maar daar zou voor mij nog een hele wereld te winnen zijn. En daar komt dan nog bij, als laatste punt misschien ook, ja, de concurrentieverhoudingen. Want je kunt natuurlijk toch vrij makkelijk spelen met een instrument wat eigenlijk de economische activiteit als zodanig niet in beweging brengt, maar dat je wel een fiscaal, ja, vrolijk regime erop kunt loslaten, waarbij je misschien dan het bedrijfsleven wat bij jou is gevestigd, in een betere concurrentiepositie kunt brengen ten opzichte van bedrijven die in andere staten zijn gevestigd, dus op de woonplaats hebben. Maar als je moet concurreren op de productiemarkt tegen de effectieve tarieven van die productiemarkt, ja, dan is de fiscale incentive weg, want dan word je allemaal hetzelfde behandeld. En daar gaat het dus juist om of dat je economisch gezien wel efficiënter kunt werken dan je concurrent. Dus dan gaat het echt meer om de economische motieven dan om de fiscale motieven. Ja, maar dus u zegt dat het economisch efficiënter is. Ik zou eigenlijk zo meteen ook graag horen, want de OESO die speelt hier een dominante positie in, wat de reactie van de OESO is. Maar ik heb nog één andere vraag aan de heer Kemmeren. Dat heeft betrekking op de royalties, want in feite, daar zegt hij eigenlijk ook datzelfde principe. Dan zit me even af te vragen, grijpt dat aan op het punt waar dus dat wordt gemaakt eigenlijk, dat immateriële activum, of waar het wordt geregistreerd, hè? Dat is natuurlijk nog een andere. En misschien ook wel aardig om aan te sluiten bij de actualiteit, omdat we natuurlijk net afgelopen weekend hebben gehoord van een minimum heffing die er mogelijk zou komen van 10% op royalties. Is dat iets wat aansluit bij wat hij in gedachten heeft? Ik zou bijna zeggen, ik ben blij met die vraag, want dat raakt precies de kern waar volgens mij de discussie over het algemeen gesproken ontspoort. Want daar wordt de vraag nou juist niet gesteld over het algemeen, waar wordt nu de waarde toegevoegd? En misschien als voorbeeld, als we teruggrijpen naar het Apple-verhaal. Waar natuurlijk intellectual property een heel belangrijk element is. Waar wordt dat nu ontwikkeld? Waar wordt de waarde toegevoegd? Nou, als je met nul begint, dan denk ik als we alle gegevens nu bij elkaar leggen, dat we best mogen aannemen dat misschien wel een heel groot deel in Silicon Valley in de VS wordt gecreëerd. Daar wordt dus ook de waarde toegevoegd. Daar zou dus ook de royalty moeten worden belast. Ik zie namelijk geen verschil tussen het produceren van een machine, die je in een fabriek gewoon moertjes, schroefjes, boutjes, de winst wordt belast of dient belast te worden waar die fabriek staat. Daar wordt namelijk die machine gemaakt, daar wordt de waarde toegevoegd.
Hetzelfde geldt voor immateriële activa. Dat wordt in Silicon Valley gemaakt, ja, en dan moet je daar het ook belasten. Als je dat vervolgens gaat verhuren, want eigenlijk is het licenseren van een immaterieel activa niet veel meer dan verhuren. Ik heb nog weinig mensen horen betogen dat als je de machine verhuurt, dat er dan een royalty heffing moet plaatsvinden in de staat waar de machine wordt gebruikt door de huurder. Nou, economisch is er volgens mij geen verschil tussen een materieel actief en een immaterieel actief. Het is alleen je business is wat anders, maar uiteindelijk maakt het voor de allocatie niet zoveel uit. Waar zou je dus moeten heffen? Daar waar het inderdaad wordt geproduceerd. Ik maak een uitzondering voor één element, want wat heb je nou bij huur in zitten? Ook een rente-element, want in wezen, de licentiegever verhuurt als het ware de licentie, maar als het ware financiert je daar ook mee voor een deel de onderneming van de afnemer. Nou, dat rente-element zou je dan wel, conform wat ik eerder zei, in de staat waar het wordt gebruikt, moeten worden belast. Dus, en dat is voor de ontwikkelingslanden soms ook het verhaal, want dat heb ik bij de UNCTAD ook wel gehouden, van dat ze daar niet blij van worden. Maar je moet wel teruggaan naar elke keer weer, wat willen we doen? Wat zijn de uitgangspunten van ons systeem? Wat willen we belasten en waar willen we belasten? Dan moet je het ook wel consistent toepassen, naar mijn idee. Dus ik ben tegen een royaltyheffing, voor zover dat het zeg maar over het bruto bedrag gaat. Alleen daar waar het rente-element betreft, dat zou in de staat van de gebruiker moeten worden belast. Maar de rest zou moeten worden belast in de staat waar het immaterieel actief wordt geproduceerd. En als je het dan overdraagt aan een andere vennootschap, ja, dan moet je natuurlijk gewoon een normale prijs in rekening brengen. Maar dan zitten we weer in de transfer pricing. Dat maakt het conceptueel niet anders. Dus zeg maar... Dus zeg maar als het om de Rolling Stones gaat, dan kunnen ze voor de fiscus een Nederlandse band zijn, maar ze moeten gewoon in hun eigen land. Daar zou dan eigenlijk de belasting moeten worden betaald over wat zij hebben geproduceerd. Ja, ik denk dus dat wij volstrekt terecht geen bronheffing op royalties hebben in Nederland voor dit soort activiteiten. Want voor zover ik het uit de krant heb begrepen en ook uit de procedure, vond er in Nederland nog niet zo heel veel aan activiteiten plaats van de Rolling Stones. Dus ja, dan is er in Nederland dus ook weinig toegevoegde waarde geproduceerd. Is er dus voor Nederland ook weinig fiscaal te claimen. En dat is soms in de discussie wel een moeizame. Als je dat ziet van, Nederland loopt zoveel mis, en dat horen we ook af en toe wel in dit huis, zonder dat de voorvraag wordt gesteld van, ja, maar hebben we er eigenlijk wel recht op? Want als je er geen recht op hebt, loop je ook niks mis. Nog een toevoeging van de heer Van Wegel. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat hier ook doorheen loopt, is nog een ander thema. Zeg, we hebben BEPS, dat gaat over coherentie en misbruikbestrijding. Het gebruikelijke instrumentarium dat we hebben, de aangrijpingspunten voor belastingheffing, is allemaal heel erg traditioneel. En je ziet dat in de beleving van velen dat niet meer werkt. Hè. In de digitale economie kun je in lekker stap terugmaken. De Gemmer die verwees er al naar, ons begrippenapparaat is ergens in de 20e jaren van de vorige eeuw tot stand gekomen. Daar moest je ook echt aanwezig zijn in een ander land om daar je ondernemingsactiviteit uit te oefenen. Je kunt nu in de wereld van e-commerce en de hele digitale omgeving die we hebben, kun je omzet behalen in landen zonder dat je daar zelf een grote aanwezigheid hebt met mensen. En dat voelt in het algemeen niet lekker. Hoe kan het zijn, ik zeg het maar even heel recht toe recht aan, hoe kan het zijn dat je in een markt 10 miljard omzet hebt en er maar heel weinig belasting betaalt? En daar ligt natuurlijk ook nog onder de vraag dat, of de kwestie dat in het algemeen maar weinig onderscheid wordt gemaakt tussen omzet en winst. Hè, dus als je ergens 10 miljard omzet maakt, dan moet je ook wel veel winst maken en moet je dus ook daar heffen. Terwijl het heel goed kan zijn, één, dat de winst veel lager is dan dat grote bedrag dat je ziet. En twee, volgens de beginselen die de heer Cameron benoemt, dat de winstgenerator, hè, waar is die waarde toegevoegd, dat inderdaad in Silicon Valley ligt. En daar zie je een deel van de discussie die in de context van BEPS wordt gevoerd.
gaat hierover. En er zijn ook landen die meer en meer de positie innemen. China is daar een voorbeeld van. Je ziet dat in Frankrijk ook wel. Die zeggen, het is allemaal prachtig, die beginselen die jullie vanaf begin vorige eeuw hebben bedacht. Maar wij zijn hier de markt en zonder die markt kun je hier niks verdienen. Dus wij gaan een stuk van die taart gaan wij ons toe-eigenen. Dat is natuurlijk problematisch, want ook hier heb je het een woonland en een bronland. En als dat woonland zegt, wij houden vast aan de traditionele beginselen die ook in belastingverdragen zijn vastgelegd, et cetera. En de bronstaat zegt, kan allemaal wezen, maar wij gaan toch een stuk van die hier behaalde omzet, of liever winst, belasten. Daar zit frictie tussen. En die discussie die is, denk ik, door... Ik denk dat BEPS als katalysator ook van die discussie heeft gefungeerd. Ja, ik ga helemaal tegen mijn eigen orde in, hoor, maar het gaat volgens mij goed zo. Hè? Dus, mag nog een reactie van de heer Evers? Dan heer Kemmeren wilde heel graag en daarna de heer Evers. Ja, in aanvulling op wat de collega van Wegel heeft gezegd, van die discussie die wordt nu steeds meer gevoerd. Moet je dan ook niet in het land van de afzetmarkt belasting heffen? En dan wordt het gezegd, vennootschapsbelasting heffen. Maar... In het Engels hebben ze toch een prachtig onderscheid wat dat betreft, vind ik. Maar je zou het toch gewoon naar Nederlands kunnen vertalen. Doing business in en doing business with. En dat zijn twee verschillende zaken. Als je zaken doet in en aanwezig bent, dan produceer je daar je toegevoegde waarde in dat land. Doing business with, dan verkoop je je producten op die assetmarkt. Maar in ons belastingssysteem hebben wij daar ook belastingen voor bedacht. Dat noemen wij consumptiebelastingen, hè, bijvoorbeeld BTW... En we moeten wel het totale systeem van de belastingen in ogenschouw nemen om te kijken, denk ik, wie mag wat waar belasten. En als je zeg maar ook naar het BTW kijkt vanuit het oorsprongsbeginsel, waar consumeer je draagkracht, ja, dan is dat eigenlijk dus in de staat van de afzetmarkt. En op het moment dat je een VPB gaat maken die afhankelijk wordt van de afzetmarkt, ben je in wezen de vennootschapsbelasting een soort van omzetbelasting aan het maken. Die keuze kun je maken, maar dan moet je je wel van bewust zijn dan. En dat is denk ik iets wat ook in de afweging dient te worden meegenomen. Meneer Evers. Dank u. Al deze discussies hebben zeker ook gespeeld binnen OESO-verband, binnen het verband van het BEPS-project. En die gaan daar ook nog wel even door. Professor Van Wegel stelde ook al terecht van we hebben inderdaad een BEPS-project waar de focus lag op het tegengaan van mismatches, tegengaan van bepaalde structuren. Ja, dat was een specifiek ingekaderde opdracht gericht om eigenlijk ja, toch te roeien met de riemen die de overheden hadden op dat moment. Maar om dan de richting te verbeteren, om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Het zou nooit in 2 jaar gelukt zijn om het hele internationale fiscale systeem op zijn kop te zetten. Wil het dan zeggen dat er geen enkele ruimte was voor die fundamentelere discussie? Nou, die ruimte was er absoluut. Inderdaad, in de context van de digitalisering van de economie. Zelfs het eerste actiepunt van het BEPS-project. Het eerste actiepunt van het BEPS-project ging al specifiek over de uitdagingen die zijn voortgekomen uit de digitalisering van de economie in zijn geheel. De digitalisering heeft in alle hoeken van het bedrijfsleven plaatsgevonden. En die hebben dus ook in al die hoeken fiscale consequenties. Er is een specifieke taskforce opgericht in het kader van het BEPS-project, die zich met al dit soort vraagstukken ook bezig heeft gehouden. Let wel, daar hebben we dus niet alleen te maken met de OESO-landen, daar hebben de G20-landen bij gezeten. Bij de eerstvolgende vergadering over enkele weken zitten dus alle landen die aangesloten zijn op dit moment bij het BEPS-project. Dat zijn er ook 85, plus nog een aantal genodigden. En die gaan dus allemaal over dit soort fundamentele kwesties praten. En niet te vergeten, want we hadden het vooral over beginselen net, een oorsprongbeginsel, woonlandbeginsel. Er moet ook heel erg gekeken worden naar de praktische uitvoerbaarheid. Is een app op een iPhone, is dat al gelijk een vaste inrichting voor een fiscaal begrip, als je dat fiscale begrip zou veranderen? Maar is dat dan ook daadwerkelijk handhaafbaar voor die ondernemingen zelf of voor een kleine onderneming? Dus er wordt niet alleen gediscussieerd over beginselen, wordt ook gesproken over uitvoerbaarheid, zowel voor de belastingplichtigen, maar zeker ook voor de belastingadministratie. Dus die discussie gaat zeker door en met een veel bredere kring dan alleen die OESO-landen. Dank u wel. Ik wil eigenlijk even naar de andere leden kijken, die dus nog geen vraag hebben gesteld. We hebben tot nog toe, en dat is even de onderwerpen die aan bod zijn
geweest. Want het liefst heb ik dat u daar even op doorvraagt. Anders gaan we de agenda weer verder openzetten. Dus het is gesproken over de Nederlandse rol in het BEPS-project. We hebben het over Apple gehad. De gevolgen van het BEPS-project voor de Amerikaanse wetgeving. En nou, laat ik zeggen, de verhandelingen rond het bronland- of oorsprongbeginsel en woonstaatsbeginsel. Zijn er aanvullende vragen op die punten? Anders gooien we daarna de vloer open voor andere zaken. Ja, andere? Dan wie heeft een ander soort vraag? Heer Glashoff? Ja, voorzitter, ik zou de vraag even aan de heer Cameron willen stellen. Maar er zijn ook wel anderen die opmerking hebben gemaakt dat met introductie van de ATAD-richtlijn eigenlijk de Nederlandse brievenbusfirma's langste tijd zou hebben gehad. En de heer Cameron betoogt hier dat dat te maken met het belastingverdragen. Dus als er geen substantiële inkomensproducerende economische activiteit is binnen het territorium, dan zou dus de brievenbusmaatschappij geen recht hebben op toepassing van belastingverdragen. Dan kan ik me voorstellen, als we dat strikt in Nederland toepassen, dat dat inderdaad het einde zal betekenen van de brievenbusonderneming, dat die in hoge mate juist bestaan vanwege dat verdragennetwerk. Is die analyse juist, maar schetst u hier nu een verwacht effect van de huidige regels, of doet u hier nu een suggestie voor aanscherping van die regels? Dat is mij niet precies duidelijk. Meneer Cameron. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. In mijn position paper, waar ik aan de brievenbusmaatschappij refereer, is het inderdaad waar ik zeg van waar het Nederlandse belastingverdragsbeleid zou dienen te worden aangepast. Als je nu kijkt, dan is een brievenbusmaatschappij op basis van de vennootschapsbelasting vanwege het enkele feit dat de vennootschap is opgericht naar Nederlands ondernemingsrecht, inwoner van Nederland, onbeperkt belastingplichtig. En daarmee in beginsel dus ook toegang hebbend tot de belastingverdragen, want dat is op het woonplaatsbeginsel gebaseerd. Nou, met vennootschappen kun je vrij makkelijk een woonplaats creëren. Dat geldt ook voor de Verenigde Staten. Delaware Companies, als een kwartiertje achter uw iPad zit, dan hebt u hem dadelijk nog opgericht voordat de sessie hier is afgelopen. Nou, zo makkelijk is het. Zo makkelijk kun je dan ook inkomensstromen over de woonstaten laten lopen door vennootschappen tussen te plaatsen. Dus Nederland kan dat zelf doen. En je ziet natuurlijk, als je kijkt naar de Verenigde Staten, dat dat al decennia lang een doorn in het oog is van de Verenigde Staten. En dan de zogenaamde limitation on benefits bepaling ook is opgenomen in het verdragsbeleid. Nou, dat verdragsbeleid van de Verenigde Staten is inmiddels dan ook beleid geworden van de OESO. Hè, dat is actie 7, waarin zeg maar ook die antimisbruikmaatregel zit. Die zit niet in de Anti-Tax Avoidance Directive. Daar zit die dus niet in. Maar die zit wel in de OESO. Ja, en zoals wel meer gebeurt, wat verdragsbeleid is van Amerika, na een decennium trekken en duwen, wordt het dan ook vaak nog verdragsbeleid van de OESO. Ja, als je een economisch grote speler bent, dan heb je ook wat invloed over het algemeen gesproken, denk ik. Dus dat zal daar wel een rol spelen. Maar Nederland kan dat dus doen. En dan ben je, denk ik, af van de brievenbusmaatschappijen en het gebruik van brievenbusmaatschappijen in belastingverdragen. Maar je zou veel fundamenteler, vind ik, ook in de vennootschapsbelasting. En dat is geen nieuw pleidooi. Dat wordt ook al decennia bepleit door tal van collega's in de academische wereld. Dat het enkele feit dat je op bent gericht naar Nederlands recht, of naar Amerikaans recht voor die situatie, maar naar Nederlands recht, dat dat eigenlijk geen goed argument is om de vennootschap in de heffing te betrekken. Dat zou je moeten doen als hier ook substantiële economische activiteiten plaatsvinden. En dan ben je consistent bezig. Maar als je alleen in de belastingverdragen eigenlijk zegt van nou, de brievenbusmaatschappij krijgt geen toegang tot het belastingverdrag, maar aan de andere kant denk je, nou, dan valt misschien wel wat van de kar af als we ze wel belastingplichtig blijven houden. Ja, dan hou je geen consistent systeem wat mij betreft. De heer Evers wil graag toevoegen. Heel kort op ditzelfde punt. Professor Kemmer heeft gelijk door te zeggen dat sommige landen al heel lang bepalingen opnemen tegen verdragsmisbruik. Amerika was een van de eerste, Canada ook. Ook in de academische wereld wordt al heel lang aanbevolen om in belastingverdragen maatregelen op te nemen tegen verdragsmisbruik. Het proefschrift van de heer Van Wegel ging daarover. Waarom heeft het dan zo lang geduurd? En wat moeten we eigenlijk, dus misschien nog belangrijker, wat moet er nu gebeuren om te zorgen dat alle landen dat daadwerkelijk kunnen doen? Het snel invoeren van die maatregelen tegen verdragsmisbruik.
Kijk, de bepalingen zelf zijn nu ontworpen onder actie 6 en 7 van het BEPS-project. Maar het laatste actiepunt gaat ervoor zorgen dat het verdragsnetwerk van elk land dat zich aansluit bij een multilateraal verdrag in één keer wordt geüpdate. Want we hebben het over pak een beetje 3000 bilaterale belastingverdragen. Het zal heel lang duren voordat die verdragen allemaal geüpdate zijn. De onderhandelingen voor dat multilaterale verdrag zijn bijna afgelopen. Het is een kwestie van maanden. Op dit moment zijn er 96 landen aangesloten bij die onderhandelingen. Als die dus ook allemaal dat verdrag gaan ondertekenen, dan is dat gelijk een update voor 2000 belastingverdragen. Dus dan hebben we daar ineens die bepaling in opgenomen. En dat zal heel snel effect hebben op brievenbusmaatschappijen waar dan ook ter wereld. Heer Gassoff? Nou, dat lijkt me een hoopgevende opmerking. Gaat dat er ook inderdaad zo van komen nu binnenkort? Is dat dit stukje van die ontwikkeling heb ik ergens gemist? Betekent dat we dat hier nog ter ratificering op een of andere wijze of ter vertaling in wetgeving terugkrijgen? Goede vraag. Dit zijn ontwikkelingen die zich echt nu afspelen. Het zat al in het mandaat van het BEPS-project om dit zo te gaan proberen. Die onderhandelingen zijn nu gaande, gewoon weer in een werkgroep, eerst op ambtelijk niveau, zoals het eigenlijk altijd met belastingverdragen gaat. En dan worden alle gebruikelijke stappen uiteindelijk door elk land doornomen, dus in Nederland ook de ratificatie. Het verdrag zal eerst, waarschijnlijk de regering zal toetreden tot dat verdrag en dan zal het ook ter ratificatie ongetwijfeld worden aangeboden en aan de Kamer zo doorloopt. Elk land zijn eigen stappen. Dat betekent wel dat er wat tijd voor nodig is, maar dat gaat nog steeds een stuk sneller dan dat al die bilaterale belastingverdragen stuk voor stuk aangepast moeten worden en ook stuk voor stuk geratificeerd moeten worden in de betrokken landen. Meneer Kuipers wilde graag toevoegen. Nou, we hebben het er al even over gehad waar Nederland voorop loopt, zomaar te zeggen. Maar dit zijn, als je kijkt naar de brievenmaatschappijen die veel gebruikt worden voor doorstromers, dat zijn al maatregelen die we al genomen hebben voor een deel. Hè. Als je kijkt naar doorstromers die op een verdrag willen beroepen, dan moet je nu al aangeven in je aangifte VPB, van heb ik in Nederland genoeg substance, heb ik genoeg eigen vermogen. Nou, als dat niet het geval is, dan gaat Nederland al actief de bronlanden informeren daarover. Dus op de vraag gebeurt dat? Dat gebeurt dan in de praktijk al. Voor een deel. De heer Kemmeren? Ja, maar dat is toch een andere aanpak natuurlijk. Hè? Want dan zeg je eigenlijk van tegen wat dan vaak wordt genoemd de bronstaat, waar de inkomsten van afkomstig zijn. Er zit hier niets of er zit hier zoveel. Kijk maar wat je ermee doet. En dat is wat anders natuurlijk dan dat je zegt van nee, vennootschappen die een brievenbusmaatschappijen zijn, die hebben gewoon geen toegang tot de belastingverdragen, worden ook in Nederland niet in de heffing betrokken, omdat ze geen economische activiteit in Nederland verrichten. Dan geef je zelf dus aan van hier ligt de grens. En ik denk ook dat dat Nederland, die moet niet inzetten op brievenbusmaatschappijen. Je moet inzetten misschien wel op holdingmaatschappijen, maar second home zoals het dan vaak in het jargon heet. Dus dat je buitenlandse multinationals probeert te interesseren voor Nederland om bijvoorbeeld hun Europese hoofdkwartier hier te vestigen. En dan kan het best zijn dat je begint met een vennootschap waar hoegenaamd niks in zit. Want dat moeten we ook niet vergeten. Ik geloof niet dat ik echt een geheim verklap als Tommy Hilfiger als voorbeeld noem, omdat de tekstmanager het congres in Leiden in 2011 over verdragsbeleid het zelf heeft genoemd. Die zijn heel klein of bijna met niks begonnen. Nu moet je eens kijken wat er in Amsterdam zit aan hoofdkantoor. Wat je zou kunnen bedenken natuurlijk is dat je een maatregel introduceert bijvoorbeeld bij zo'n brievenbusmaatschappij die bijna met niks begint. Dat je zegt van nou laat het in 5 jaar maar eens zien dat je daadwerkelijk economische activiteiten weet te ontwikkelen in Nederland. En als je dat doet, hè, als je dat laat zien, dan krijg je ook die eerste 5 jaar al gewoon toegang tot de belastingverdragen, et cetera. En als het niet is, dan is het afgelopen. En dat zou zich ook prima verhouden met het Europese recht, naar mijn idee, waarbij ook het Europese Hof zegt van, je moet ergens beginnen met een economische activiteit. En je kunt niet vanaf nul in één keer alles hebben staan. Dus je moet ook een opbouwperiode invoeren. En dan zou je op die manier, denk ik, ook een interessant plek kunnen maken voor Nederland als investeringsland. En dan haal je de brievenbusmaatschappijen er gewoon zelf uit het systeem. Oké, dank u wel. Gaan we door naar een vraag van de heer Groot.
Ja, nog een vraag aan de heer Van Wegel. Noemt de ATAD de richtlijn in uw paper, noemt u ook een bevet van onvermogen. Hè, omdat iedereen beschermt zijn eigen belastingontslag. En u zegt, als je eigenlijk één gemeenschappelijke markt hebt, dan zou je ook één belastingontslag moeten hebben en één belastingtarief. Bent u daar een voorstander van? En wat zou dat betekenen voor Nederland? Heer Van Wegel. Daar was geen woord Spaans bij, hè, wat ik daarop schreef. En ik denk dat het ook zo is. Als je een gemeenschappelijke markt nastreeft, waarin distorsies worden weggenomen, dan verhoudt zich tot dat streven heel slecht. Dat je maatregelen invoert die zegt dat je moet afrekenen als je van de ene lidstaat naar de andere gaat met je onderneming. En zo zitten er nog wat maatregelen in die richtlijn. En ik heb de CCCTB genoemd. En ik denk dat conceptueel en niets op af te dingen is dat die CCCTB in Europa veel belemmeringen zou kunnen wegnemen en die gemeenschappelijke markt zou kunnen bevorderen. Er zijn twee dingen uw vervolgvraag is wat betekent dat voor Nederland. De CCCTB heeft natuurlijk ook iets irritants, want het neemt een stuk van je instrumentarium weg waarmee je je eigen land fiscaal aantrekkelijk kunt maken. Ik weet niet hoe lang geleden, de CCCTB hier aan de orde is geweest, maar elke maand ongeveer. Ja, afhankelijk van de factoren voor de winsttoerekening kan je er natuurlijk enorm op achteruit gaan. En ik heb het getal niet meer paraat, maar het was voor Nederland, ik weet ook niet of het gepubliceerd is. Maar het was een enorm bedrag, hè, op onze 16 miljard VPB die we vorig jaar hebben geïnd. Was dit niet een druppel op een gloeiende plaat. Dus het kost ook geld als die factor, die verdeelfactor of die factoren niet worden aangepast. Maar conceptueel sta ik helemaal achter wat ik heb gezegd. En de praktische bezwaren die heb ik net genoemd. Meneer Groot. Maar dus het feit dat je één markt hebt, dat zou ook rechtvaardig dat je ook op dit punt winstbelasting je fiscale soevereiniteit in feite opgeeft. Je zegt eigenlijk die principes zijn strijdig met elkaar, dat je een gemeenschappelijke markt hebt en dat je zoiets als fiscale soevereiniteit overeind houdt op het gebied van winstbelasting. Ja, het korte antwoord is ja. En het langere antwoord is ook ja, maar daar hoort wel bij dat we natuurlijk een merkwaardig spanningsveld hebben gehad de afgelopen decennia als het over het belastingdossier gaat. We willen harmonisatie, maar eigenlijk toch ook weer niet. We willen soevereiniteit, maar toch eigenlijk ook weer niet. We stellen ons krachtig op tegen misbruik van systemen, maar als het misbruik van het systeem van de buurman is, vinden we het niet zo heel erg. Dus er zit heel veel. De commissie heeft toch ook met de Code of Conduct groep onderzoek ingesteld naar de administrative practices in de EU-lidstaten. Tot een half jaar geleden was de rapportage daarover niet naar buiten gebracht. En het is onder druk geweest van een aantal wetenschappers en een paar leden van het Europees Parlement dat die dossiers wel gedeeltelijk in ieder geval beschikbaar zijn gekomen. Dus het is een hele moeizame symbiose die we, als er al sprake is van symbiose, die we hebben in dat Europese dossier. Komt ook nog bij nu de complicatie van Brexit. Ik denk dat het sentiment toch op dit moment niet is om meer bevoegdheden naar de EU te brengen. Het is misschien juist minder bevoegdheden. Andere kwestie die daarmee samenhangt is, en als wij dan komen tot een gemeenschappelijke aanpak die misschien wel streng is, wat gaat Engeland dan doen? Onmiddellijk na de Brexit werd in Engeland gezegd, zo, dan hebben we tenminste de handen vrij om ons belastingstelsel in te zetten in de belastingconcurrentie internationaal. Dus ik denk dat we ook heel goed op onze zaak moeten letten. Moet ook praktisch zijn daar. Dan is de volgende vraag is voor, sorry, heer Marquise op dit punt? Nee, dan mevrouw de Vries, dan daarna de heer Marquise. Ja, dus mevrouw de Vries. Ja,
Ook aan de heer Van Wegel heeft het heel druk. U zegt in uw position paper dat het algemene beeld dat multinationale ondernemingen nergens belasting betalen wordt weersproken door de feiten. Ik denk niet dat gemiddeld Nederland nou dat beeld heeft als ik zo de kranten lees en de media volg. Kunt u daar nog wat meer over zeggen? Ook wat de omvang dan is van de bedragen waar we het over hebben als het gaat om belastingontwijking en al dat soort constructies? Ja, dank u wel. Waarom stellen jullie al die grote vragen aan mij? Er zijn verschillende invalshoeken om dat te benaderen. Maar eerst maar eens even de feiten. Hè, het beeld dat wordt gecreëerd. Ik zal niet zeggen door wie, maar in het algemeen is dat beeld ontstaan. Dat multinationals geen belasting betalen. Hè, zeker de laatste anderhalve week denkt iedereen, nou, als je het goed regelt kun je met 0,0005% wegkomen. Er is onderzoek gedaan naar de gemiddelde effectieve belastingdruk van multinationals in de wereld. Dat is gedaan door een professor aan Michigan Law School, professor Aviona. Iemand die zijn leerstoel wordt niet door iemand gefinancierd. Hij spreekt vrij uit en dat doet hij altijd, ook als hij bij de Senaat moet spreken in Amerika. En die heeft onderzoek gedaan naar die effective tax rates van grote multinationals. En als je die, ik heb dat aan de heer Van den Ede toegestuurd. En dan zie je dat is in zijn rapport zelfs hoger dan het gemiddelde van de winstbelastingtarieven in de OESO. Is een rapport dat ook dat in opdracht van de Europese Commissie is gemaakt, vorig jaar nog, door een Duits instituut. Ook daar zie je dat die tarieven hoog zijn. Er is een rapportje gemaakt dat niet heel breed verspreid is, waarin de gemiddelde belastingtarieven van de 50 grootste multinationals in Europa zijn onderzocht. Over een periode, ik geloof 2013-2014. Als je daar naar kijkt, dan zie je dat de meerderheid daarvan, aanzienlijke meerderheid, zit zo rond de gemiddelde winstbelastingtarieven in de OESO-landen. En dan zitten er meer boven dan eronder zitten. Het probleem is natuurlijk dat de beeldvorming ontstaat door de uitzonderingen. De outliers, noem ik ze maar even. En dat beeld wordt gecultiveerd, ook door de grote instellingen die zich hiermee bezighouden, hè, ook in de berichtgeving, ook wel door de OESO en de Europese Commissie. Als ik het even dichtbij, dus ik denk dat ik ben in mijn position paper ook kritisch naar het bedrijfsleven, hè, want ik denk dat het bedrijfsleven veel te weinig doet om dit beeld over het voetlicht te krijgen. Hè, als je wordt weggezet als je betaalt geen belasting, dan moet je denk ik in actie komen als het structureel het geval is. Ander punt, heel dicht bij huis, Nederland. De dag dat de OESO uitkwam met het complete pakket, hè, van de 15 action items, werd hier een brief naar u gestuurd door de staatssecretaris van Financiën, die ook de lange termijn effecten van de implementatie van BEPS opschreef. Korte termijn een groot bedrag, maar lange termijn structureel 43 miljoen per jaar. 43 miljoen. Vorige, als we alle maatregelen implementeren. Als je kijkt naar het rapport dat de Europese Commissie vorige week uitbracht over de tax gap voor de BTW, dan zie je dat alleen voor Nederland daar al 5 miljard genoemd wordt als tax gap voor de BTW. Dan heb ik het nog niet over andere effecten van de informele economie. Daarmee zeg ik niet dat we het niet over een serieus thema hebben, maar het is gevaarlijk. Want als wij het grote bedrijfsleven in het verdomhoekje zetten, hè, dat zijn partijen die geen belasting betalen, dan lopen we ook risico dat ze uiteindelijk Nederland als vestigingsland niet zo aantrekkelijk meer vinden. Ik wijs ook op het rapport dat de werkgroep Duurzame Groei in juli heeft uitgebracht. Er zat volgens mij een stukje bij de stukken die zijn rondgestuurd, waarin ook wordt gezegd dat 60% van de vennootschapsbelasting in Nederland wordt opgebracht door grote bedrijven. En waar ook uitspraken worden gedaan over de werkgelegenheid die wordt gecreëerd. Dus ik roep eigenlijk in mijn position paper op tot nuance. Ja, ik zeg absoluut niet dat we niet een vertrouwensprobleem hebben dat geadresseerd moet worden. Maar ik
zou ervoor willen waken om, zeg maar die notie dat het grote bedrijfsleven geen belasting betaalt, dat een waarheid wordt. Die nuance die kunnen, verwachten we meestal van de heer Marquise, toch? Ja, ik heb... is het een nieuw punt of even hierop? Want op dit punt even reageren. Hierop, ja. Op dit punt? Is het? Ja. Want de heer Groot had ook op dit punt en de heer Van Weijenberg ook. Heer Marquise. Ja, want u heeft die dingen genoemd inderdaad in uw position paper en daarom hebben we die stuk ook gevraagd. Ik begrijp, we kregen een paar duizend pagina's. Ik heb ze in het weekend niet alle duizenden door kunnen nemen. Maar er vielen mij wel een paar dingen op. Ja, misschien kunt u er kort op reageren. Maar ik vond het interessant dat die Jona in zijn stuk zegt dat hij precies de omgekeerde conclusies heeft als PricewaterhouseCoopers. En ja, dat is vanuit uw perspectief natuurlijk wel interessant waar dat dan aan ligt. En als het gaat om stuk van het Duitse onderzoeksbureau, dan laat ze inderdaad die getallen zien. En dan zie ik bijvoorbeeld bij Ierland, zie ik dat daar 12,5% statutair, en dan staat er dat het 14,1 zou zijn effectief. En ja, dan denk ik toch nog even aan die Apple inderdaad, waar Vestager zegt 0,005%. En hier zou dan 14,1% zijn. Bij Engeland een vergelijkbaar iets, 20% statutair, 21,5% effectief tarief, terwijl we weten dat daar geval van Starbucks. Heel Engeland staat vol met Starbucks. Je ziet ook altijd dat het vol is in de Starbucks. Dus we weten van ze moeten winst maken. En toch maakten ze fiscaal nauwelijks winst. Dus dat beeld, hoe klopt dat met deze tarieven, effectieve tarieven die hier worden neergezet? Dan vraag ik mij toch af, hoe worden die effectieve tarieven dan berekend? Van weg. Jeetje. Eerst even op het punt dat Aviona zegt, PwC heeft er niks van begrepen hè, in zijn rapport. In wezen vind ik het eigenlijk heel vervelend dat er rapporten zijn over deze... Nee, ik vind het niet vervelend, maar het liefst heb je dit soort rapporten van totaal onafhankelijke instituten. En het boeiende is dat Aviona is het niet eens met het rapport van PwC, want zegt hij, PwC heeft een aantal foute vergelijkingsmaatstaven gehanteerd. Boeiende is dat Aviona in zijn rapport op een hogere effective tax rate uitkomt dan het PwC-rapport. Hè? Dus als je denkt van nou, PwC zal wel ten gunste van bedrijf. Dus dat is gewoon, denk ik, oprecht zegt hij, ja, ik hanteer een andere methodologie en die vind ik beter. Nou, prima, mag je zeggen. Ik pleit trouwens in mijn position paper ervoor dat er nog eens een heel grondige studie echt gedaan wordt door een onafhankelijk instituut naar die effective tax rates. Ik denk dat echt belangrijk is. Zo'n effective tax rate, dat is eigenlijk is dat een heel ruw ding. Het is geen fiscaal begrip. Het is eigenlijk daar weet ik dus niks van, een begrip uit de jaarrekening, accounting technisch. Hoe, zeg ik het heel kort door de bocht en daar zal ik vast op gecorrigeerd worden. Als je commerciële winst neemt en je kijkt dan naar je belastingdruk, percentage van die belastingdruk op de commerciële winst. Dat is die effective tax rate. Maar dat is een getal dat niks hoeft te zeggen over hoeveel belasting je in het desbetreffende jaar betaald hebt. Het kan zijn dat je compensabele verliezen hebt. Het kan ook zijn dat je vrijgestelde winstbestanddelen hebt. Zoals Nederland de deelnemingsvrijstelling heeft. Als je hier een deelneming verkoopt, kan het zijn dat je veel commerciële winst hebt, maar omdat het vrijgesteld is weinig. Dus het kan best zijn dat je in een land zit waar het wettelijk tarief 12,5% is en je effectieve belastingdruk volgens je jaarrekening toch hoger is. En het kan ook zijn dat die lager is. En de gedachte is dat over een langere termijn gemeten die effectieve belastingdruk toch een redelijk gevoel geeft bij de belastingpositie van de desbetreffende onderneming. Maar het is... Je zult enorme verschillen zien. Hè? In sommige van die staatjes zie je dat bedrijven een belastingdruk hebben van min 200% of van plus 650%. Dan denk je, ja, hoe kan dat in godsnaam? Nou, dat, in wezen zou je voor een goed beeld zou je dat soort extremen moeten elimineren en een soort normaal beeld moeten proberen te krijgen.
is niet een beter antwoord op uw vraag kan ik niet geven dan dit, want zo, zeg maar, zo gecompliceerd ligt het ook. Meneer Groot wil nog op dit punt. Nou ja, nog twee dingen op dit punt. Ten eerste een reactie van de heer Evers op toch de uitspraak. Dat vond ik een forse uitspraak dat de OESO bijdraagt aan beeldvorming. Dat er door multinationals heel veel belasting worden ontweken. OESO noemt zelf een bedrag van 100 tot 240 miljard. Dat belastingdiensten mislopen in de winstbelasting. Maar misschien daar dan toch een toelichting op. En dan een vervolgvraag aan de heer Van Wegel. Als het werkelijk zo zou zijn dat multinationals heel veel belasting betalen, of in overeenstemming ongeveer met de tarieven zoals die gelden, dan u signaleert ook de noodzaak om vertrouwensherstel, transparantie, dan is het toch een heel goed idee om over te gaan tot publieke country-by-country reporting, want dan kunnen al die ondernemingen dat laten zien. En dus bent u daar een voorstander van publieke country-by-country reporting door multinationals wereldwijd? Eerst de heer Evers om te reageren. Ja, op de vraag in hoeverre de OESO bijdraagt aan de beeldvorming. Dat de internationale belastingontwijking grote omvang heeft. Uiteraard als onderdeel van het BEPS-project. En ook werk dat nog steeds doorgaat, willen we zoveel mogelijk in kaart brengen wat de financiële omvang is van de belastingontwijking. En ik kan me voorstellen dat als wij daar getallen over publiceren, dat die ook snel worden overgenomen in de algemene berichtgeving. Aan de andere kant heeft de OESO ook nog steeds oog voor het bredere plaatje, waarbij inderdaad er belastingplichtigen zijn, groot of klein, die daadwerkelijk geconfronteerd worden met dubbele belastingheffing. Dus daar zou je wellicht een heel hoog effective tax rate hebben. En andere een veel te lage effectieve belastingdruk. Het BEPS-project is erop gericht om allerlei onvolkomenheden en mismatches uit het internationale fiscale stelsel te halen, zodat inderdaad belastingheffing meer in lijn is met waardecreatie, zodat dan verschillende type onderneming ook zoveel mogelijk op een vergelijkbare effective tax rate uitkomen. Dus het een sluit ook het ander niet uit. Het kan zijn dat overheden nog steeds een heleboel belastingen mislopen. Maar het kan ook nog zijn dat er steeds een heleboel ondernemingen zijn die te veel belasting betalen, omdat dat is gewoon de keerzijde van de mismatches tussen fiscale stelsels. En er is heel veel aandacht op het BEPS-project geweest, maar we kijken nog steeds naar het bredere plaatje, waarbij ook de daadwerkelijke dubbelheffing, die er voor allerlei belastingplichtigen nog steeds is, waarbij we die ook bekijken. Dan de vraag van de heer Van Wegel over de country-by-country reporting. Ja. Laat ik eerst even teruggaan naar het punt dat het verwijt ook dat ik het bedrijfsleven maak dat er te weinig aan informatie overdacht wordt gedaan. Ik heb met vertegenwoordigers van verschillende ondernemingen daarover gesproken. En daar is wel een zekere terughoudendheid. En de gedachte is ja, als wij dat nu doen, dan staan we in het middelpunt van de belangstelling en dan moeten we van iedereen horen waarom we niet genoeg betalen. We kunnen het toch niet goed doen, zeg ik even heel plat. Mijn antwoord daarop is geweest, nou, doe het dan collectief. Zorg dat je je organiseert en met jouw organisatie. Ik heb het gevoel dat daar wel sprake is van een kentering. Is op een ander vlak ook sprake van een kentering en dat is het. De fiscaliteit is in het verleden bij grote ondernemingen lang niet altijd het domein geweest van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en Audit Committee als het gaat om de strategie. En je ziet dat bij veel meer ondernemingen nu de fiscale strategie een anker plaatsvindt in de corporate governance. Dat men ook veel beter kijkt, hoe zit het met onze mission statement, de corporate and social responsibility en hoe past ons fiscale beleid daarin. In Engeland gaat men heel hard, daar is het nu wettelijk verplicht voor een grote onderneming om de fiscale strategie te formuleren en te publiceren. En daar ook jaarlijks te kijken of er gehandeld is in overeenstemming met die strategie. In Australië, de Australian Tax Office, daar is nog niet wettelijk verplicht, maar die heeft richtlijnen op de website gepubliceerd. En je ziet heel langzaam zie je het gebeuren. Ik noem hier één naam van een onderneming
die het naar mijn smaak goed geregeld heeft. En ik heb overigens gevraagd aan het hoofd fiscale zaken van de desbetreffende onderneming of mij dat vrijstaat. Als je kijkt naar, als je naar de website van Unilever gaat, dan zie je dat daar de tax principles uitgeschreven staan. Maar dan zie je ook een prachtige taart waarin tot uitdrukking wordt gebracht hoe de effectieve belastingdruk is opgebouwd. En als daar, als we zouden kijken naar de landen waar we actief zijn en we wegen onze winst naar de, ook, naar de lokale tarieven, dan is dit het percentage waar we op zou moeten uitkomen. We zitten 3 of 4 procentpunten daarboven vanwege dubbele belasting, niet aftrekbare betaling, verrekenprijsgeschillen. Dus dan kom je hoger uit. En dan, ja, zeggen ze, we maken ook gebruik van tax incentives die landen voor ons openstellen. Daar zijn ze heel specifiek over, waar ze wel en niet. En dan komen we weer wat lager uit. En per saldo komen ze net iets hoger uit dan het gemiddelde belastingtarief in die landen. Naar winst gewogen. En dan hebben ze nog een tweede taart. En daar staat in wat de effectieve belastingdruk per regio is. Ze hebben tamelijk scherp hebben ze dat neergezet. Ik denk dat dat een heel goede ontwikkeling is. En het zou heel goed zijn als dat breed omarmd werd. Met dit wat langer verhaal ontloop ik niet het antwoord op de vraag of ik dan voor country-by-country reporting ben, publiek. Ik denk dat country-by-country reporting, niet publiek, maar zoals het nu zeg maar conform het BEPS-programma uitgerold wordt, heel goed is. Ik ben een enorm voorstander van totale transparantie naar belastingdiensten. Public country-by-country reporting, daar zet ik nog wel een vraagteken bij, dat heeft ook met de complexiteit van de materie te maken. Omdat dan best zou kunnen blijken dat in een bepaald land 5 jaar lang helemaal geen belasting wordt betaald, terwijl er wel winst wordt behaald. Bijvoorbeeld omdat er compensabele verliezen uit het verleden openstaan. Ik heb discussies al gezien waar gezegd wordt, ja, kan ons niet schelen of er compensabele verliezen zijn of niet. Je moet gewoon hier belasting betalen. En dus daar, ik voorzie daar wel. Ik denk dat we zitten daar op een trein ik denk dat transparantie enorm belangrijk is in het herstel van vertrouwen. Maar ik denk dat we ook steeds even moeten pauzeren en zeggen, en is het nou helemaal doordenken, is dan het resultaat dat we ook wilden. Dus ik zou daar heel bedachtzaam in willen opereren. Dan heb ik nog de heer Van Wijmerg. Ja, op dat laatste punt wil ik graag even door, want in het position paper schrijft de heer Van Wegel, en misschien kunnen zowel de heer Kemmer als de heer Van Wegel daarop reageren, dat juist die transparantie, dat vooral nog werkt in misschien meer consumentenmarkt opererende bedrijven, want die hebben nog klanten. Maar om dat te kunnen doen, heb je toch die hele specifieke transparantie ook naar landen wel nodig, als je wilt kunnen vertrouwen op het feit dat gewoon consumenten gewoon weigeren om het product X of Y gewoon niet meer uit schapjes te tillen als ze zien. Hè? Maar ik vroeg me wel af wat die opmerking dan ook betekent voor bedrijven die minder in die consumentenmarkt doen. Zijn er dan, moet je dan dingen toch maar bijna dan gaan verplichten omdat daar geen klanten met voeten kunnen stemmen? Ik was nieuwsgierig hoe u bij de dat ziet. En ik zou in dat licht een kleine zijvraag willen stellen, ook aan beide. Ik sprak laatst iemand die tegen me zei, weet je, nu we allemaal openbaar moeten gaan rapporteren, ook bijvoorbeeld het voorbeeld wat u noemt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, staat Nederland af en toe op lijstjes, waardoor nu ook serieuze activiteiten die je misschien soms als buitenlandse multinational niet meer in Nederland wil doen, omdat er in heel veel andere landen op het naam Nederland wordt gereageerd, zoals wij nog wel eens reageerden op Zwitserland en Luxemburg. Ik was even nieuwsgierig of u beide dat signaal herkent. En als dat zo is, of er dan ook dingen in ons vestigingsklimaat zijn die we misschien snel overboord moeten gooien, omdat die onze reputatie besmetten, als ik het zo mag samenvatten. Meneer Van Wegel, en dat was ook aan de heer Evers, denk ik, of niet? Nee, of niet? Cameron, sorry. Ja. Van Wegel. Of Cameron? Ja. Ja. Ja, ik ga niet over de orde, voorzitter, dus ik sluit me gewoon aan bij uw orde. Kort gezegd, wat vind ik nou van transparantie? Ik vind het in ieder geval heel erg essentieel naar belastingdiensten toe dat die transparantie er is. Dat je het totale plaatje hebt, want in het verleden was het zo dat dat misschien bij de belastingdiensten niet het geheel aanwezig was. Dat je maar een deel van de structuur zag van een concern en daar een oordeel over gaf. Dus dat is goed, denk ik. Aan de andere kant,
En ik zit hier niet te praten voor het bedrijfsleven of zo, maar ik deel wel een beetje de zorgen van collega Van Wegel, de transparantie aan zich. En Starbucks werd al genoemd, hè, hier ook weer. En het kan toch niet zo zijn dat ze in Engeland zoveel zaken hebben en zoveel omzet draaien en dan hoegenaamd geen winstbelasting betalen. Ja, maar dan moeten we eerst toch weer de vraag stellen, heb je wel recht op die belasting? Of heb je recht op die winst die je daar verdient? En wat is die winst? Want als jij gebruik maakt van allerlei immateriële activa, hè, omdat wij zeg maar bereid zijn om veel te betalen voor de koffie, omdat die op een bepaalde manier is gebrand of op een bepaalde manier is gemarket, en die activiteiten die vinden niet plaats in het Verenigd Koninkrijk, maar elders, ja, dan is er misschien ook wel heel veel aan kosten wat je aan het Verenigd Koninkrijk moet toerekenen. En wat is het punt hier een beetje? Starbucks is natuurlijk een B2C, een business to consumer. He, dus bedrijfsleven naar de markt. Is wat dat betreft in de media natuurlijk makkelijker een doelwit, laat ik het zo maar zeggen, dan wat je zelf aangeeft, B2B, business to business. En ik heb wel eens het gerucht gehoord dat men dat in het Verenigd Koninkrijk ook wel enigszins bewust heeft ingezet om de discussie los te krijgen. Ja, je kunt je afvragen of dat in een rechtsstaat hoort, vind ik. Nou, de vraag stellen is er bijna beantwoorden natuurlijk. He, dus je moet wel heel erg voorzichtig zijn dat er niet een beeldvorming ontstaat, juist door de publiekelijk rapporteren, dat niet goed te controleren is, handhaafbaar is, binnen zijn proporties te houden is. En dat een deel van het bedrijfsleven, even simpel gezegd, als boosdoeners wordt afgeschilderd. Ja, mag je die term nog wel gebruiken, de zwarte piet toespelen. Maar, dus dat je in ieder geval in het kwade daglicht komt te staan. En dat dat reputatieschade oplevert, terwijl andere bedrijven daar niet of nauwelijks last van hebben. Nou, belastingdiensten kunnen hun werk goed doen als ze alle informatie op tafel hebben liggen. En wat we willen, is dat dan zeg maar conform de regels belasting wordt betaald. Dus je moet het afwegen tegen het risico dat er misschien een heel eenzijdig beeld ontstaat. Want we hebben ook wel eens een neiging in onze maatschappij, hè, om telkens maar meer rapportages te vragen. Maar je kunt je afvragen wat het effect daarvan is. Meneer McKees die gaf het net al aan. Ik kreeg een pak van 1000 bladzijden binnen. Nou, was niet helemaal gelukt om het weekend doorheen te komen. Als je dus heel veel informatie de markt opslingert, wie kunnen dat dan allemaal nog tot zich nemen? U heeft ook enige ervaring, begrijp ik dan. Maar dat is, als je dus dat gaat bekijken, dan zullen zal een klein aantal analisten zal dat tot zich kunnen nemen. Dat betekent dat die rol van die analisten wel heel erg groot kan worden. En je kunt je afvragen of dat wat een menselijke ontwikkeling is. Dus er zitten nogal een aantal factoren aan waarbij ik denk van, nou, ik vind het prima uitwisseling maar tussen belastingdiensten. En daar moet je ook maatvoering hebben. Hè, want je moet niet zoveel administratiekosten produceren dat je denkt van, ja, waar gaat het nog over? Omdat je alles wil weten. Op een gegeven moment moet het ook genoeg zijn. Maar je moet wel ontzettend nadenken over de mogelijke effecten die je in de markt neerzet als je het publiekelijk gaat doen. Dat is niet zo één op één met elkaar te linken, zou ik zeggen. Ja, de Nederlandse reputatie. Ja, ook daarvoor geldt. Wat kun je nou zelf controleren ook, hè? In die zin, als je dus aangeeft dat je bepaalde zaken eruit haalt. Nou, neem bijvoorbeeld het verhaal over de brievenbusmaatschappijen. Als je dat eruit haalt, naar mijn idee, dan denk ik dat je al heel wat aan je reputatie verbeterd hebt. Dus er is een aantal eenvoudige maatregelen te nemen, denk ik, die bij kunnen dragen tot reputatieverbetering. Uiteindelijk is het natuurlijk toch altijd de andere kant van het verhaal. Ja, wat is de perceptie van de ander? Vindt men dat dan wel genoeg? Of zegt men, ja, dat is een doekje voor de bloeden. Reputatieschade oplopen is heel snel gedaan. Dat zie je vaak in de kranten ook. Er worden grote koppen op de voorpagina. En als dan het bericht even, ja, net een slagje anders ligt, misschien niet helemaal lijkt te kloppen, dan krijg je op pagina 44 krijg je een rectificatie van 3 regels of zo dergelijks, als je niet oppast. Dus ik zou denken, kijk naar zeg maar de uitgangspunten, dan kom ik toch weer terug bij, wat willen we eigenlijk in ons systeem? Belasten van inkomen waar het ook verdiend wordt. Als je daar meer op inzet,
dan kun je denk ik wat dat betreft, als in Nederland een paar slagen maken, waarbij je reputatie ja, misschien wel aanzienlijk kunt verbeteren. Dank u wel, de heer Van Wegel. Ik hoop dat Nederland niet aantrekkelijk wordt gevonden vanwege gebrek aan transparantie. En ik hoop dat Nederland niet onaantrekkelijk wordt gevonden vanwege gebrek aan transparantie. En ik denk dat in de schrammen die we hebben opgelopen bij onze reputatie, dat transparantie misschien niet zozeer het punt is. Ik ondersteun van harte dat we maximaal transparantie moeten nastreven waar dat nuttig is en ook naar andere belastingdiensten. En ik hoop van harte dat de recente richtlijn op het punt van uitwisseling van rulings dat dat ook effectief gaat worden. Waar ik denk dat wij schade hebben opgelopen, en dat blijkt ook uit de verschillende rapporten, ook uit het BEPS-rapport van 2013 dat de heer Evers noemt, de aantrekkelijke kant van ons belastingssysteem. Met alle belastingverdragen, de deelnemingsvrijstelling, geen bronheffingen op rente en royalties. Dat is ook de kwetsbare kant van dat systeem geweest. En er is heel veel gestructureerd geweest door Nederland. Er zijn geldstromen door Nederland gelopen die hier behalve de fiscaliteit niet veel te zoeken hadden. Ik denk dat als Action 6 van de OESO, dus de maatregelen tegen ongewenst gebruik van belastingverdragen, als die ingevoerd worden, en zeker als dat gaat gebeuren via dat multilaterale verdrag dat de heer Evers noemt, dan is het in één klap afgelopen met die fiscale structuren die weinig verankering hebben in Nederland. En de heer Kuipers noemde ik weet niet of u het substance-eisen noemde. Ik denk dat die eerlijk gezegd dan ook betekenisloos zijn als wij eenmaal die antimisbruikmaatregel hebben getroffen. Want ook als je hier louter om fiscale redenen zit en je kijkt naar een besluit en zegt, oh ja, het zou goed zijn als we hier dan ook nog een paar mensen in dienst nemen en een bankrekening hebben. Ja, dat zijn totaal geen relevante criteria onder antimisbruikregels die de OESO nu voorstelt. Daar is echte bedrijfsactiviteit voor nodig en een binding tussen die bedrijfsactiviteit hier en in een verdragsland. Dus ik denk dat als dat gebeurt, dan zal dat de kwetsbaarheid van Nederland enorm verminderen. Ik denk dat we wel intelligent moeten blijven opereren. Dat we ons eigen verdragsbeleid moeten blijven voeren en met name ook ervoor moeten zorgen dat als er in Nederland een concernonderdeel wordt neergezet, dat het desbetreffende concern niet in een slechtere positie brengt dan wanneer ze rechtstreeks zouden hebben geïnvesteerd. En sommige van die antimisbruikmaatregelen die werken ruw. En ik denk dat wij de nuance daarin zouden moeten opzoeken. En daar denk ik ook wel ons voordeel mee zouden kunnen doen. Dank u wel. Ik ga verder. De volgende is de heer Omtzigt. Ik denk ook de laatste met een blik op de klok. Maar dan is u nog tijd. Ja, dat moet u niet aan mij vragen. Ja. Dank u wel. Ik had eigenlijk een vraag aan de heer Van Wegel. En misschien in het verlengde aan de heer Evers. En dat gaat over mijn collega van de SP net ook over sprak. Namelijk, wat is nou het optimum aan wat je aan transparantie van bedrijven kunt vragen, waardoor het behapbaar is voor ons, waardoor je niet iets gemakkelijks kunt verbergen of iets onder het tapijt kunt vegen? Want dat is natuurlijk de hele vraag die de heer McKinsey hier stelde, van ja, je wilt niet dat iemand van de enorme regelingen gebruik maakt en dan eraan onderuit kunt doen. En iets zou kunnen oplossen. Zijn er buitenlandse voorbeelden, zoals dat Engelse voorbeeld dat u net noemde, of vormen van zelfregulering waarvan u denkt, nou ja, daar kunnen wij mee uit de voeten? Aan de heer Evers had ik eigenlijk de vraag van hoe, we hebben het nu inderdaad iedere keer over aanwezigheid of niet aanwezigheid, maar als ik 15 jaar naar voren kijk, en dan begon ik met uw eigen internetding al over, dan is fysieke aanwezigheid totaal geen begrip meer. Waar dat nu nog een begrip is, het verkopen van, het produceren en daarna verkopen van software,
zou ik grote moeite hebben om te bedenken waar de productie, waar de toegevoegde waarde. En zijn we nu, wat we nu aan het doen zijn, eigenlijk alle problemen van gisteren aan het oplossen? Of zijn we een stelsel aan het maken dat ook over 6 of 7 jaar nog steeds houdbaar is? En dat we niet met een nieuwe categorie bedrijven, dan hebben we het misschien wel gefixt voor, nou noemen ze een categorie koffiebranders. Maar dat we voor internetdistributiebedrijven of softwareontwikkelaars of allerlei telecomboeren, waar de plek van productie van de toegevoegde waarde veel moeilijker is, zijn we die dan totaal vergeten. Misschien wil de heer Evers als eerste. Een hele goede vraag. Hoe weten we ook nu hoe over een tijdje de economie eruit ziet en wat dan juiste aanknopingspunten zijn voor de belastingheffing, zowel de indirecte belastingen als de vennootschapsbelasting. De problemen die nu in het BEPS-project zijn opgelost, zijn inderdaad voor grote problemen van het recente verleden en het heden. Maar zoals gezegd, die discussie over de ontwikkeling die alsmaar doorgaat, die discussie daarover en de juiste manier van belastingheffing, die gaat ook door. Dat is die taskforce die ik eerder al noemde, die ook weer binnenkort bij elkaar komt. En die naar dat onderwerp kijkt. En het zou kunnen dat met al die landen om de tafel, dat we dan ook inderdaad nieuwe standaarden ontwikkelen. Die taskforce gaat 2 dingen doen. Ze monitoren inderdaad de economische ontwikkelingen zelf. Ik hoorde net de collega ook al refereren aan 3D-printen, maar dat kunnen allerlei ontwikkelingen zijn, hebben we geen idee van. Komt inderdaad nog steeds allemaal terug op de vraag waar is nou waardecreatie. Die discussie gaat intensief door. En het zou kunnen dat we dan in de komende jaren nieuwe standaarden naar boven zien komen, ontwikkeld door die landen zelf. Maar dat is ook aan de landen zelf. Ja, en de heer Van Wegen. Ja, dank u wel. Ik noemde al die wettelijke verplichting, de recente wettelijke verplichting in Engeland om je fiscale strategie te formuleren en te publiceren. Ik zou dat niet zo gek vinden als dat in Nederland ook een prominent thema was. Ik heb daarover gesproken met de heer Peters, die doende is om de code tabaksblad te herzien. En ik heb hem de suggestie gedaan om de gedachte van het ontwikkelen van zo'n fiscale strategie en het verankeren daarvan in de onderneming, om dat te kijken of dat ook een plek in de code tabaksblad zou kunnen vinden. Dus dat zou, ik zeg niet dat je het op die manier moet doen, maar ik denk dat dat al enorm helpt. En het voorbeeld dat ik net gaf van Unilever, dat je publiceert, dat je transparant over bent, ik denk dat dat enorm goed zou zijn. De heer Kemmeren wilde graag toevoegen. Ja, ik wilde graag nog eventjes teruggrijpen naar de digitalisering van de economie. Er wordt vaak over gedaan alsof we iets totaal nieuws hebben en dat vraag ik me werkelijk af. Waar gaat het om? Eigenlijk, bij immateriële activa is het samengebalde kennis die je gebruikt. En ik zou denken van, dat is dus alleen maar te doen door de knappe koppen. Dus je gaat kijken, waar zitten de knappe koppen? Met software, waar zitten diegenen die software ontwikkelen? Als dat de rainmakers zijn tenminste. Want zit het in de marketing van de software, dan moet je daar de grootste deel van de winst terug laten vallen. Het is altijd een discussie die ik in de collegezaal voer met studenten van cola, Coca-Cola. Komt dat nou door de smaak die geheim is, waarom het zo goed verkoopt? Of komt het nu door de uitgekiende marketingstrategie? Of is het een combinatie? Maar dingen in zichzelf produceren geen inkomen. Het zijn de mensen, juist bij kennis, waar het de essentiële factor is dat de menskracht het moet produceren. Dus als je de mensen vindt, de significant people function, wat je dus ook gewoon nu hebt, dan heb je volgens mij ook nu instrumentarium voldoende om te kijken wie doet wat waar en welke waarde moet eraan worden toegekend. Ja, en dan zal het per bedrijf afhangen, zeg maar, of het in de marketing zit, of dat het in die softwareontwikkeling zit, of dat het in design zit. En dat is altijd een lastige. Maar dat is niks anders dan wat je nu hebt met
een machine die je maakt? Is het het marketingverhaal? Of is het nou juist het unieke product van de machine zelf, waardoor het zo goed verkoopt? Dus ik zou denken dat we met het huidige instrumentarium een heel eind kunnen komen, tenzij we een andere verdeling van de belastingjurisdictie willen hebben. Maar dat is dan een bewuste keuze. Maar op zich zou ik denken, en ik vind daarom jammer dat binnen de OESO een beetje om de hete brei is heen gelopen. Hè. Punt 1, hè, actie 1 is zeg maar een heel groot rapport waar eigenlijk per saldo alleen maar in staat van ja, we weten het nog niet, we moeten verder nadenken. Ja, het is een beetje gechargeerd wat ik zeg, maar dat is voor mij toch een beetje het gevoel wat er overblijft. Maar ik denk dat het veel makkelijker is dan het vaak wordt gebracht, alleen de politieke discussie rondom het geheel. Als je kijkt mondiaal, er werd al gerefereerd aan China, India, die willen dan graag ook een deel van die koek hebben. Maar ik denk dat we met het huidige instrumentarium ook de digitale economie prima in een VPB kunnen betrekken. In dit huis heet dat uitlokking, wat u deed. Dus de heer Evers wil graag wat zeggen. Als het maar niet strafbaar is hier dan. Toch iets meer inderdaad over die discussie die dat plaatsvond en dat actie. En die heeft geleid tot dat rapport. Of als een van de conclusies voor dat rapport wat vorig jaar is uitgekomen. Het is eigenlijk meer een tussenstand voor het werk. Het sluit voor een groot deel aan bij wat professor Kemmeren zelf zegt, is dat het bestaande instrumentarium ook nog steeds werkt voor een heleboel aspecten. Wat het rapport ook doet, is het beschrijven van gangbare businessmodellen die veranderen als gevolg van de digitalisering van de economie. En toch zien we daar wel beschrijvingen van businessmodellen die echt ingewikkelder worden. Misschien toch wat ingewikkelder dan de klassieke situatie van we hebben een producent van een fysiek product die aan marketing doet enzovoort. Een van de bijzondere aspecten van de digitalisering van de economie is ook waarde die wordt toegevoegd aan een product of een dienst als gevolg van bijdrage door de consument. Door het gedrag van een consument, doordat een zoekmachine mij continu volgt op mijn smartphone, daar data mee verzamelt, data ook analyseert. Is het puur de data die verzameld is, dus data over mij, over u, heeft dat dan een waarde of niet? Of is het de software, bedacht door die knappe koppen, die de uiteindelijke waarde creëert? Nou, dat zijn heel wezenlijke discussies die ook nog steeds ingewikkelder worden met het voortschrijden van de techniek. Die worden beschreven in dat rapport. Dat werk gaat dus zoals gezegd door. En er zijn ook mogelijke opties opgenomen van mogelijke nieuwe standaarden, nieuwe fiscale maatregelen, om toch andere aanknopingspunten voor de heffingsrechten te zoeken. Dat je dus niet meer aanknoopt bij voornamelijk fysieke activiteiten. Maar er zijn ook voorstellen gelanceerd over een virtuele vaste inrichting. De meeste landen hebben daar op dit punt nog niks in gezien. Misschien gaan ze opnieuw naar dat voorstel kijken in de komende jaren. Misschien komen ze met andere voorstellen. Dus dat als iets meer nuance op het werk op het gebied van actie 1. Goed, ik stel voor dat we gaan afronden. Ik wil ieder van u vragen of u, ja, indien u dat wilt in ieder geval, of u nog een paar laatste slotopmerkingen wilt maken. Maximaal 2 minuten, mag ook minder. Dus, ja, Evers dan toch meteen weer. Dank u voor deze gelegenheid. Misschien nog kort een paar woorden over waar de OESO met het BEPS-project zich nou op gaat focussen. Over een paar aspecten hebben we al gesproken, maar de nadruk ligt uitdrukkelijk op het effectieve monitoren van de standaarden die nu zijn afgesproken. Dat betekent dus ook een monitoren van maar liefst 85 landen en misschien zo mogelijk nog 100. Die zich dan hopelijk ook echt houden aan die ene standaard. We geloven dat het proces van peer reviews daar inderdaad een goede bijdrage aan kan leveren. En zoals gezegd is het ook heel belangrijk dat de discussies gewoon doorgaan over standaarden die mogelijk moeten veranderen. En daar zijn ook de discussies niet alleen in Parijs heel erg van belang. Discussies die plaatsvinden eigenlijk onder de verantwoordelijkheid van de ministers en staatssecretarissen. Maar ook de bijdrage die daar in een bredere debat aan worden geleverd. Zeker ook door alle parlementariërs van de landen die aangesloten zijn bij het project. Dus daarom waardeer ik ook zeker deze gedachtenwisseling. En ik wil ook graag benadrukken dat er ook nog andere gelegenheden zijn voor gedachtenwisseling met parlementariërs in ons parlementarian network. Dus ik vermoed dat wij zeker op dit punt nog niet zijn uitgesproken. En nogmaals dank voor de invitatie. Dank u wel, de heer Van Wegel.
Ja, dank. Ik zou willen afsluiten met de observatie dat herstel van vertrouwen, denk ik, heel belangrijk is. En dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle actoren in deze discussie. Ik kan in 5 minuten tijd kan ik het belang van de vennootschapsbelasting en van winstbelasting in de wereld wegrelativeren. Ik kan dat doen door te zeggen dat internationaal de vennootschapsbelasting of de winstbelasting in de totale belastingmix gemiddeld tussen de 8% en 10% is. En dat volgens de OESO-inschattingen het BEPS-programma daar tussen de 4% en 10% bij kan brengen. Dus dan hebben we tussen de 4% en 10% van tussen de 8% en 10% in de totale belastingmix. Ik kan er nog bij zeggen dat de vennootschapsbelasting de meest verstorende belasting uit de hele mix wordt gevonden. Het rapport van de werkgroep Duurzame Groei, of de fiscale werkgroep, daarin heeft gezegd, er is een optimum voor die vennootschapsbelasting. Ik kan zelfs nog zeggen, en dat optimum is niet 50%, ik kan zelfs nog zeggen dat de VPB uiteindelijk wordt afgewenteld, dat de consumenten betaalt, of de werknemer, of de aandeelhouder, dat zijn wij ook weer, via de pensioenfondsen en zo. Maar dat heeft allemaal niet zoveel zin. Als de beleving bestaat dat een deel van de maatschappij niet aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, dan is dat ook een legitimatie voor een ander deel van de maatschappij om te zeggen, nou, dan hoeven wij het ook niet te doen. Dus ik denk dat het enorm belangrijk is om tot evenwichtige beeldvorming te komen, dat het belangrijk is om gepercipieerd misbruik, om te zorgen dat ingedampt wordt. Maar tegelijkertijd ook om te zorgen dat het allemaal proportioneel blijft. Nogmaals, verhoudingsgewijs, wat we kwijtraken in de informele economie en btw-fraude, dat is oneindig veel meer dan de belastingontwijking. Maar met die opmerking kom je er niet. Het gaat om dat vertrouwen. Dus dat, met die oproep zou ik eigenlijk willen afsluiten. Dank u wel. De heer Kuipers. Ja, ook ik dank de uitnodiging. Ik moet zeggen, ik heb plezierig ervaren dat we een genuanceerde discussie hebben gehad. Het woord is in elk geval een transparante discussie. Ik wens de heren politici en dames nog veel wijsheid met de implementatie van al de maatregelen die genomen zijn. We komen van ver, dat is een paar keer aangegeven. En we gaan de goede kant op, maar ja, dat moet wel geïmplementeerd worden. Succes daarbij. Dank u wel. De heer Cameron. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor de uitnodiging natuurlijk om hier vandaag te zijn. Nuttig, maar ik denk dat we ook het in zijn relatieve tijd moeten blijven zien. Vennootschapsbelasting is maar één onderdeel van het hele belastingssysteem. En belasting is maar weer een deelfactor in het hele investeringsafwegingsproces van onderneming aan de ene kant, maar ook natuurlijk van het beleid van de overheid aan de andere kant. En ik zou dus inderdaad willen oproepen tot meer nuance in het debat. De focus is wel heel eenzijdig gericht, vind ik, op dit moment richting het bedrijfsleven multinationals. En misschien zelfs wel iconisch. Er wordt een aantal voorbeelden uitgelicht en die worden ook, nou, ik zou bijna zeggen, aan de schandpaal genageld. Maar regelgeving is niet de verantwoordelijkheid van het individuele bedrijfsleven of van de individuele burger. Daar zijn wetgevers voor verantwoordelijk. En voor een fair share discussie is het denk ik heel lastig om dat op basis van ethische normen te doen. Waarom? Iedereen heeft denk ik zijn eigen ethische norm. En dan is het lastig om te zeggen van ik neem je de maat omdat jouw ethische norm niet de mijne is. En of dat er naar boven zit of eronder zit, dat weet ik niet eens of je het onderscheid kunt maken. Maar als wij de fair share discussie willen voeren, en die moeten we voeren in een rechtsstaat, want het hoogste goed wat we hebben in een rechtsstaat is rechtvaardigheid, dan hebben wij daar ook een mechanisme voor. En dat is onze democratische wetgever. En dat is niet alleen maar nationaal gericht, maar dat is dus internationaal gericht. En ik denk dat de grote, winst uit de BEPS-discussie is dat er meer neiging bestaat tussen regelgevers om met elkaar samen te werken. En dat is denk ik iets wat wij vast moeten houden. En aan de andere kant zie je dan de concurrentieverhoudingen. Belastingen zijn een instrument en vormen ook een instrument in het concurrentiebeleid van staten. En dan is de vraag op welk niveau moet je dat willen aangaan. Nou,
Als wij de interne markt in Europa serieus nemen, en ik zou er van hart voor willen pleiten om dat echt serieus te nemen. Want als we kijken naar de geschiedenis, Europa is een van de beste dingen die ons is overkomen. We hebben nog nooit zo lang een vreedzame periode gehad dan nu. Meer dan 60 jaar in Europa. En dat komt mede door de economische integratie. Dus als je dan zeg maar de concurrentie wil aangaan. Ik ben geen lid van D66 overigens. Ik ben echt... Wat niet is, kan nog komen, zou het horen. Maar als je de concurrentie wil aangaan, en in die zin kan belasting dus ook nuttig zijn, dan moet je dat als Europa willen doen ten opzichte van andere handelsblokken. Ten opzichte van de VS bijvoorbeeld. Ik zou willen refereren weer eventjes naar ook het iconische voorbeeld van de white paper die in het kader van Apple vanuit Washington werd gestuurd naar Brussel. Daar zit dus de concurrentie. Waar je dus winst kunt halen in de samenwerking met elkaar, in plaats van elkaar vliegen af te vangen in Europa onderling. Dus als je echt wil concurreren op die wereldmarkt, dan zul je denk ik meer moeten samenwerken in de blok. En dan is zo'n triple CTB wel een goed instrument, denk ik. Oké, dank u wel. Ik denk dat de woorden van u in ieder van u zeer te harte worden genomen. Ik wil u heel hartelijk danken. Om te beginnen wederom voor de position papers, want daar zit ook heel veel werk in. En ten tweede dan voor uw bijdrage hier en inderdaad de open discussie die we hier met elkaar zo hebben kunnen hebben. Wij gaan zo schorsen en wij gaan verder om 6:30. Het laatste blok is van 6:30 tot 8:00 vanavond. En we hopen u alle weer in grote getale hier terug te zien na de dinerpauze. Ik schors de vergadering.